Ja, het is misschien wel een van de moeilijkste vragen die politici soms moeten beantwoorden. Sturen wij onze jongens en meisjes naar verre orde voor de wereldvrede of voor het landsbelang of voor andere belangen? Is dat verantwoord? Kunnen we het nou onszelf verantwoorden? Maar ook, ja, wat gebeurt er als er iets misgaat? Kunnen we dat verantwoorden? Wat doet het met de beeldvorming? Kunnen ze blijven sturen? Moeten we dan juist meer mensen sturen of moeten we ze dan juist terughalen? En deze vraag houdt al wetenschappers ook al jaren bezig en die zich afvragen, wat bepaalt nou bij politici of ze mensen ergens heen durven te sturen? En wat doet het nieuws dat mensen zien met de beeldvorming en de steun die zo'n missie dan heeft bij mensen? Een van de wetenschappers die daar gefascineerd was Diewertje Kuipers. Zij heeft daar een proefschrift over geschreven. En voor ons normale mensen heeft ze ook een gewone leesbare boekversie van gemaakt. Die is nu uitgekomen. En aan de hand daarvan dacht zij zelf, maar ook haar uitgever en wij dachten, het is wel leuk om daar mee over door te praten met allerlei soorten mensen. Er zitten hier vast in de zaal zitten mensen uit de politiek. Er zitten mensen die in het veld hebben gestaan. En er zijn ook vast mensen die eigenlijk het allemaal nog nooit gedaan hebben, wel heel benieuwd zijn of daar misschien een sterke mening over hebben. Vanavond gaan we dit bijzondere veld met elkaar eens even verkennen. En dat doen wij in een beetje een town hall-achtige setting. We dachten, we kunnen al zo'n panel neerzetten met mensen die gaan spreken. Maar het is veel leuker om er veel meer een soort kringgesprek van te maken. Dus vanavond, u mag allemaal meedoen. Maar om ons verder te helpen hebben wij wel 4 experts van helemaal verschillende invalshoeken gevraagd om onze discussie een beetje op gang te helpen. Mijn naam is Roger Elshout. Ik heb ooit een diner gedaan met veteranen. En daar vertelde iemand dat hij in Afghanistan, hij was een pelotonscommandant. En op een gegeven moment durfde zijn peloton niet verder. Want er zaten mensen op de voorste tank. En die waren zo bang geworden voor bermbom, want ze zaten al uren achter elkaar. Ze zeiden, we durven niet meer. En toen zei hij, weet je wat? Ga maar even in de achterste tank zitten. Ik ga al even voor op de voorste tank zitten. En hij wist, als dit misgaat, dan is mijn peloton eigenlijk wel verloren. Want zijn nummer 2 vertrouwt niet zo heel erg goed. En hij dacht, ja, als ik er niet meer ben, dan wordt het een chaos. Maar hij wist, als ik dit nu ook niet doe, dan gaan we überhaupt niet verder. En ik keek die jongen aan. Ik dacht, ja, we waren even oud. Ik was begin 20, hij ook. En ik dacht, ja, ik heb me ook wel eens afgevraagd of ik pindakaas met stukjes noot of pindakaas zonder stukjes noot ging kopen. Maar wij sturen de, en ja, ik heb ook wel gestemd, wel eens voor politici, die gewoon wel zo iemand daar naartoe sturen. Ik dacht, wow, we sturen echt mensen met een enorme verantwoordelijkheid, sturen ze weg en geven ze eigenlijk wel de juiste middelen mee. Maar verder ben ik helemaal geen expert op dit terrein, dus je moet het vanavond ook een beetje eenvoudig houden, dat ook ik het kan begrijpen. Dat is mijn ene taak en mijn andere taak is om te zorgen dat u om 10 uur weer veilig en wel afgeleverd wordt bij de bar. Wat gaan we er doen? Diewertje Kuipers gaat dadelijk een korte inleiding geven. Jij gaat even eigenlijk je boek, de management samenvatting in 10 minuten, ga je ons geven. Daarna gaan wij in 2 ronden gaan met elkaar debatteren. We gaan debatteren over het doel. Waarom zouden we eigenlijk mensen naar het buitenland moeten sturen? En we gaan met elkaar praten over de verantwoordelijkheid. Wie heeft nou welke verantwoordelijkheid? Wat kun je bij Defensie neerleggen? Wat bij de politiek en wat bij burgers? En zoals gezegd, om 10 uur stoppen we er dan weer mee. Maar voor we dat doen ben ik eigenlijk even wel benieuwd wie u bent hier in de zaal. Zou u eens willen gaan staan als u veteraan bent? Of als u gediend heeft op een missie? Kijk eens aan de mensen. Zou je willen gaan staan als je bij Defensie werkt? Oké, hier zijn een heleboel mensen. Kijk, er zijn een aantal mensen die werkten bij Defensie. Jullie werken allemaal bij Defensie, maar je bent nog niet op missie geweest. Staat dat? Geen veteranenstatus. Oh, maar jullie zijn wel op missie geweest. Ja, waar ben je geweest? Litouwen. Litouwen. Wat heb je daar gedaan? We waren daar present namens de NAVO om een steuntje in de rug te geven voor de Baltische staat. Ah, om Poetin een beetje bang te maken. Dat was hem ongeveer. Oké, dankjewel. Wie van u zit in de politiek? Oh, dat is één iemand. Ja, ja. Nou. En je zei nog in het voorgesprek, zei je, ik wil één ding niet, ik wil niet symbool hier staan voor de politiek. Nou, dan gaan we op terugkomen dat niet gaat gebeuren vanavond. Wie van u is er professioneel bezig met Defensie, bijvoorbeeld als onderzoeker? Dus u bent geen militair, maar u doet wel, in uw werkzame leven bent u met militairen bezig. U moest even twijfelen nog, ja. Kijk, je bent met zo'n denktank, wetenschap. Nee. Wat doet u? Helpen geld uitgeven. Of vanuit welke functie hebt u dat? Nee, ingehuurd voor de ontwikkeling krijgsmacht. Oh, oké. Weer groeien. Oké, helder. En u? Een vredesorganisatie. Welke? Pax. Pax, kijk.
Oké, heel mooi. Nou, we hebben een heel diverse publiek hier. Zou u even uw handen willen? Ik ga wat stellingen noemen als u het mee eens bent. Onze jongens en meisjes in den vreemden doen nuttige missies. Onze jongens en meisjes in den vreemden. Hand om mensen ja vindt. Ja. En de hand om laag betekent u nee vindt. Het is geen, mag niet halverwege. Ja. Het is acceptabel dat er soms mensen sterven voor de veiligheid van het vaderland. Het is acceptabel dat soms mensen sterven voor de wereldvrede. Het is acceptabel dat er soms mensen sterven voor geopolitieke belangen. Nog iets minder handen omhoog, maar we nog steeds vrij veel. Het is acceptabel dat soms mensen sterven voor politieke belangen. Van politieke partijen of binnen politieke partijen of mensen. Nou, nu wordt het al een beetje moeilijk. Waar u net vond dat dat acceptabel was, is ook acceptabel als we vooraf kunnen weten dat het risico hoog is. Dus we moeten ook soms mensen op missie sturen van we weten, nou, hier zou wel eens wat mis kunnen gaan. Nou, daar bent u het bijna allemaal mee eens. Dat is acceptabel ook als het mandaat, de bewapening en de uitrusting van middelmatig niveau zijn. Dus we sturen mensen, we denken u had eigenlijk wel een iets beter mandaat of een iets beter geweer kunnen hebben. Daar ben ik het allemaal niet mee eens. De politiek snapt wat er speelt bij Defensie. Oeh, daar gaan zeer beperkt aantal handen omhoog. Defensie zou eens wat vaker moeten zeggen, wat u nu wilt van ons politiek is onverantwoord. Er wordt getwijfeld hiernaar, maar er gaan toch wat handen omhoog. Ik hoop dat vanavond bijdraagt aan een beter begrip tussen burgers, politiek en defensie. Ja, allemaal handen omhoog. Kijk, dan wordt het toch een beetje zo'n gezellige avond. Goed, ik ga eens heel willekeurig wat mensen vragen. Hebben we een microfoon? De microfoon is niet alleen dat we elkaar hier kunnen begrijpen, maar ook het wordt opgenomen. Dus het wordt voor het nageslacht allemaal vastgelegd. Dus zonder microfoon hoort het nageslacht het niet. Goedenavond, wie bent u? Ik ben Milena Holdert. En waarom bent u hier naartoe gekomen vanavond? Voor Diertje. Voor Diertje. Heel goed, u bent de support. Ja. En wanneer is voor u vanavond een geslaagde avond geweest? Nou, dat is het nu al eigenlijk. Kijk, de key to happiness is low expectations. Kijk, dat is heel goed. Mag ik u eens vragen? Goedenavond, wie bent u? Goedenavond, Maaike van der Valk. En uit welke hoedanigheid bent u hier? Puur interesse. Ik liep langs en ik denk van, god, dat is interessant. Kijk, dat is hartstikke leuk. Heeft u verwachtingen van vanavond of laat u zich verrassen? Ik laat me verrassen. Laat ik heel verrassen. Heeft u al één van de tender? Dat zou ik echt leuk vinden als gebeurde vanavond. Nee, ik heb er nog geen beeld bij. Nou, helemaal. Dan gaan we het eind van kijken of u verrast bent. U bent van Pax. Gaan we u eens vragen. Wat hoopt u dat er gebeurt vanavond? Gewoon een interessant debat. Wat verdieping over dit onderwerp. En wanneer heeft het u verder gebracht? Want u heeft natuurlijk vaak over nagedacht deze dingen. Ja. Wanneer heeft het u verder gebracht? Als ik toch een andere inkijk krijg. Dus een wat minder... ik kom uit een vredesorganisatie. Dus een andere kijk is altijd goed. Omdat daar nog wel eens een bubbel zit over wat je moet doen. Ja, dat je in die bleke pacifistenkliek zit. En dat is heel goed zo om ik niet zeggen, maar vanavond even wat realisme bijgebracht. Ja, daar gaan we voor zorgen. De heren van Defensie. Wat bracht u vanavond naar deze avond? Eerlijk gezegd zijn we hier ook met z'n allen gekomen om meer over dit onderwerp te spreken. Ook vanuit een ander oogpunt. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook gewoon... combinatie met burgerspolitiek. Dus nieuwe inzichten, nieuwe meningen. Ja, is de vraag waarom we naar het buitenland gaan, is dat een vraag die jullie onderling veel bespreken? Wordt dat officieel besproken of aan de tafel? Of is het gewoon, vraag niet waarom, we gaan het gewoon doen? In eerste instantie dat. Want we moeten het uitvoeren, een instrument van de politiek. Maar natuurlijk denken we over na, daar praten we onderling over. Ja, en wat wordt er wel eens bij jullie gezegd van, nou, dit zouden we eigenlijk toch niet moeten doen? Soms, maar je gaat wel dienen. Je gaat wel dienen. Ja. Maar kan jij je voorstellen dat er een moment komt dat je zegt, ja, deze missie, ik geloof niet dat die nuttig is, of ik geloof niet dat het verantwoord is, ik neem ontslag? Nee. Nee? Nee, want dat is een bewuste keuze om dit beroep te uitoefenen, dus... Ja. Tot zover. Ja. En mensen collega's die dat wel doen, zouden die gelijk voor de krijgsraad moeten komen? Dat is natuurlijk weer een heel ander onderwerp. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje hetzelfde in staat als ik. Uiteindelijk kies je heel bewust om dit beroep uit te oefenen en weet je ook de risico's die erbij horen. Ja. En dat je ook soms misschien dingen doet waar je het niet 100% mee eens bent, politiek technisch dan. Ja.
Maar dat is gewoon, die vraag moet je niet stellen, anders moet je gewoon geen militair worden. Je mag het wel stellen, je moet blijven nadenken. Je bent een mens. Dat is ook wel zo. Maar als iedereen binnen Defensie alleen maar gaat lopen nadenken, dan heb je uiteindelijk ook geen apparaat wat kan uitvoeren. En dan wordt het misschien helemaal onveranderd om te gaan. Nou. Ja, oké, okay, helder. Dankjewel. Wanneer ga jij tevreden naar huis? Wanneer heeft deze avond jou wat verder geholpen? Nou, ik vind het wel interessant om gewoon de verschillende invalshoeken gewoon eens aan te horen van verschillende organisaties en mensen. Ja. Oké. Okay, nou, dat... Ik ben natuurlijk gekleurd, hè. Ik werk voor Defensie, dus ja, dan heb ik gewoon hele duidelijke meningen over dingen. Ik ben gewoon benieuwd wat anderen denken. Kijk, nou, we gaan net kijken of vanavond verschillende meningen bij elkaar kunnen komen. Lievertje Kuipers, jij bent... Pak deze even beet. Kom even staan. Oh jee. Jij werd op een ochtend wakker en je dacht, ik wil onderzoek doen. Nee, dacht ik helemaal niet. Oh. Het werd jou opgedragen? Of? Nou ja, ik zag een vacature staan waar onderzoek werd gedaan over militaire missies en risicogedrag. En dan niet zomaar risicogedrag, maar met inzichten vanuit de gedragseconomie. En die combinatie vond ik heel erg interessant, want dat is eigenlijk tot nu toe nooit gedaan. En als we in Nederland onderzoek doen over defensie, is het... Nou ja, voornamelijk via case studies. Dus hoe is deze missie gedaan? We hebben bijvoorbeeld boekenkasten vol over Vietnam, een boekenkast vol over Afghanistan en een boekenkast vol over Irak. Maar er wordt heel weinig onderzoek gedaan door alle missies heen, op kwantitatief statistisch niveau. En ik vond het heel interessant om dat als een van de weinigen te doen. Dus vandaar dat ik de kans heb aangegrepen om dat te gaan doen. Juist. Heb je... had je een missie eigenlijk, behalve wetenschappelijk interesse, had je een missie toen je begon? Of heb je onderweg gedacht, ik begin wel ook een mening over te krijgen? Nou ja, ik heb vooral geleerd dat wat je vindt, mag je houden. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. En dat is echt iets wat ik ook heb geleerd. Want zeker als je op systematische en soort logische wijze alles statistisch uit elkaar gaat trekken, dan wordt jouw mening steeds minder relevant. Dan is het ook maar slechts een datapuntje. En dat was iets wat ik voor mezelf ook heel erg heb geleerd. Dat heel vaak spreken de cijfers voor zich. Ze kunnen niet alles verklaren, maar het zorgt er wel voor dat je wat nederiger wordt met je eigen mening. Oké, okay, juist. Vanavond gaan we even naar jouw boek. Je gaat vertellen waar het over gaat. Je boek is ook te koop voor mensen die het meer willen weten. Ja, hashtag koop dat boek. Ja, hashtag de schoorsteen moet ook roken. Maar we hebben vanavond dit gesprek met elkaar. Wat hoop je dat dat toevoegt aan jouw boek? Nee, dat zal ik straks ook uitleggen, een korte inleiding die zal ik houden. Wat ik voornamelijk hoop, en dat is iets wat je bijvoorbeeld niet met cijfertjes kan doen, is juist die combinatie van mensen die... over die besluitvorming gaan, daarbij betrokken zijn. En dat is niet alleen de politicus die erover moet stemmen, maar ook het hele voortraject, hè, wat mede vanuit denktanks ook gebeurt. Maatschappelijke organisaties, ook vanaf Pax Christi. Iedereen doet ze duit in het zakje. Dat gaat vervolgens in een soort van mixer en daar komt dan een besluit uit. Ja, en hoe dat vervolgens valt bij de eindgebruiker, de militair. En hoe je daar ook militair wetenschappelijk naar kan kijken. Dus ik heb voor deze avond echt mensen uitgenodigd die allemaal een klein stukje in die keten vertegenwoordigen. Daar wat meer over kunnen vertellen. Om met name wat meer inzicht te krijgen in dat besluit op zichzelf. Om wel te gaan, niet te gaan, meer troepen te sturen of minder troepen te sturen. En ook de belangen die op elk niveau spelen. Want ik denk dat daar voornamelijk niet heel veel zicht op, zeker is in Nederland. Kijk, nou, daar hopen we dan later iets meer over te krijgen. Eerst neem ons even mee in jouw onderzoek. Ja, zal ik deze dan even hier zetten? Ja, mag je deze aan mij geven? Ja. De katheter is voor jou. Het was geen PowerPoint-presentatie, dus ik heb heel luid iets op papier gezet. Oké, even wat meer over mijn onderzoek en hoe we eigenlijk tot deze avond zijn gekomen. Allereerst, kwantitatief onderzoekers en kwalitatieve onderzoekers zijn eigenlijk het beste te vergelijken met Star Wars en Star Trek fans. Ze zijn beide ongeneeslijk beter als het om hun eigen onderzoeksmethode gaat en hebben allebei een blinde vlek voor de beperkingen hiervan. Waar kwantitatief onderzoekers als mij beginnen te kwispen bij het idee van grafieken die trends weergeven, zijn kwalitatief onderzoekers juist van mening dat menselijk gedrag niet zomaar in cijfers is te vatten en gaan voor de kern liever diepgegaande gesprekken aan met goed ingevoerde bronnen. De botsingen die plaatsvinden tijdens wetenschappelijke conferenties doen niet onder voor de zogeheten flame wars op het internet tussen de twee geloofsgemeenschappen, van Star Wars en Star Trek fans. U staat volledig buiten de realiteit, zo beet een Duitse collega mij ooit toe op een conferentie bij het zien van een paar grafieken. Dit verklaart helemaal niks, u heeft totaal geen verstand van militaire interventies. De grafieken, die duizenden observaties over een periode van 25 jaar liet zien, kwamen namelijk niet overeen met zijn intuïtie. Hij kon namelijk uit zijn hoofd zo een voorbeeld oplepelen van een Duitse politieke partij die iets anders had gedaan dan mijn grafiek liet zien, dus kon mijn hele verhaal niet kloppen. Trots deed hij zijn armen over elkaar. Zo, die zit. Waarom vinden we statistiek eigenlijk zo moeilijk?
Enerzijds vermoed ik dat wij, met al onze menselijke wijsheid die wij van onszelf in pacht menen te hebben, het stiekem een belediging vinden dat ons gedrag in een algoritme is te vatten. We zijn tenslotte allemaal speciale individuutjes die allemaal het verschil gaan maken op deze planeet. Naast dit vermoeden staat vast dat mensen simpelweg moeite hebben met herkennen van toeval. Zo werd tijdens de Tweede Wereldoorlog Londen gebombardeerd met V1 en V2 raketten. Het leek erop dat deze raketten precies neerkwamen op de armere gedeeltes van de stad en dus specifieke doelwit waren van de Duitsers. Een latere statistische analyse toonde aan dat er eerder sprake was van een willekeurige dropping dan een patroon. Toeval werd dus opgevat als een politieke intentie. En mensen zien soms patronen die er helemaal niet zijn. Maar nergens zijn intenties zo belangrijk als in de politiek. En juist hier kan statistiek ons helpen intentie van toeval te onderscheiden. Want is het bijvoorbeeld toeval dat democratische regeringen in zowel Vietnam, Afghanistan als Irak besloten om door te gaan met economisch en militaire kostbare missies waarvan de strategische opbrengsten marginaal zijn? Is het toeval dat democratische regeringen soms voor lijken te sorteren op publieke opinie om zich alvast in te dekken tegen kritiek? Om te kijken wat toeval is en wat niet, besloot ik voor mijn promotieonderzoek om het gedrag van 11 democratische landen van 1990 tot 2014 systematisch en dus statistisch onder de loep te nemen. Om dit te kunnen meten, moest ik kijken of deze landen verschillend zouden reageren op dezelfde gebeurtenis. En om het extra interessant te maken, wilde ik kijken hoe democratische regeringen reageren op de negatieve consequenties van hun beleid. Een militair slachtoffer is tenslotte een overduidelijke consequentie van je beleid. Zonder missie geen slachtoffers. Omdat democratische regeringen hun acties moeten verantwoorden voor het publiek, wat hun elke 4 jaar kan wegstemmen, kan je verwachten dat deze regeringen meer dan anderen de neiging hebben om bij te sturen als beleid toch niet zo lekker uitpakt. Wat leerde ik? Allereerst dat het publiek meer kan hebben dan de politiek denkt. Hoewel onder politieke, ambtelijke en militaire elites het beeld bestaat van een publiek wat niets meer kan hebben en geen slachtoffers meer accepteert en dat het gevolg is van een risicoloze samenleving, blijkt uit een analyse over 25 jaar op maandbasis dat de publieke opinie zich niet direct tegen de regering keert als er militaire slachtoffers vallen. Sterker nog, pas als de missie langer dan 4,5 jaar duurt en het dus ook niet echt meer duidelijk is wat het doel is en waarom we daar zitten, dan pas gaat het publiek zich tegen de zittende regering keren en daalt de regering in de peilingen. Ten tweede zag ik een groot verschil tussen de praatjes en de daadjes van de regering. Zodra regeringen worden geconfronteerd met militaire slachtoffers, gaan zij in hun verkiezingsprogramma's negatiever of in ieder geval minder positief over defensie praten. Een uitzondering was overigens de socialistische en pacifistische partijen, die zijn altijd negatief. Oftewel, voor regeringspartijen geldt vooral, zoals Volty Towers al zei, don't mention the war. Je kunt tenslotte beter zwaaien met koopkrachtplaatjes die de thesis ondersteunen dat dit een ontzettend gaaf land is, dan de aandacht vestigen op beleidsterreinen waar het niet zo lekker gaat. Des te interessanter is dat de regeringen inderdaad precies het tegenovergestelde doen. Want hoewel ze in woord afstand nemen van defensie bij militaire slachtoffers, escaleren zij inderdaad door juist nog meer troepen te sturen. De kans vergroot met 35% dat je volgende keuze een van escaleren is. Ten derde en tot slot leerde ik dat mijn onderzoek een Duitse collega nodig had. Hoe vervelend die meneer op dat moment eigenlijk ook in het Amerikaanse conferentiezaaltje was. Want ik heb nu wel mooie patronen kunnen blootleggen en kunnen aantonen dat deze niet op toeval berusten en dat er een systematiek aan de grondslag ligt. Maar zonder de kwalitatieve kennis van ervaringsdeskundigen wordt het vrijwel onmogelijk om deze bevindingen in te kleuren. En dat is eigenlijk wat ik vanavond met jullie wil gaan doen. Want de keuze om verder te gaan met de missie is niet alleen afhankelijk van de militaire verliezen die worden geleden. Regeringen hebben te maken met hun eigen kiezers, maar ook met NAVO-partners en coalitiepartners. Ze moeten allemaal tevreden gehouden worden. Hoe ziet deze besluitvorming er precies onder de motorkap uit? Dit is precies wat wij vanavond hier hopen te doen. We gooien de politieke besluitvorming op de brug en proberen deze te ontleden. Maar hou vooral de bevindingen in het achterhoofd. A. Het publiek kan zeker wel een stootje hebben. B. Regeringen nemen bij militaire slachtoffers alleen afstand in woord. Maar C. Ze escaleren juist in daad. Dus laten we stappen uit de wereld van plots, marges en intervals. En laten we deze inkleuren met de schat aan de ervaring die zich vanavond in het panel bevindt. Van politicus tot denktanker en eindgebruiker. Want waarom blijven we dan eigenlijk militairen sturen? En welke overwegingen spelen eigenlijk mee op de achtergrond tijdens deze besluiten? En wat zien we misschien van elkaar over het hoofd? Dankjewel.
Nou, zoals gezegd, je boek leest als een trein. Het is echt een heel fijn boek om te lezen, dus wilt u meer lezen, neem het boek vanavond mee. Dan kun je alle verhalen erachter lezen. Zoals je net zei, je hebt vier mensen uitgenodigd waar je denkt, die kunnen ons gesprek echt verder op weg helpen. Ik ga ze nu voorstellen. De eerste is Hand en Broeken. Mag ik u vragen om er even bij te komen staan? Zelf voorstellen? Of niet? Nou, dat ga ik voor u doen. Mag u kijken of ik dat goed gedaan heb? U was jarenlang defensiewoordvoerder voor de VVD. U was ook voorzitter van de Vaste Kamercommissie Defensie. Ook dat nog. En u bent eigenlijk wel het buitenland geweten van het parlement jarenlang geweest. Een van de meest toonaangevende parlementariërs op dat gebied. Ik vind de combinatie tussen buitenland en geweten voor iemand die realpolitiek hoog in zijn naam staat, vind ik wel een uitdaging. Maar ik hoor het graag. Zeker hier in de balie. Kijk, nou, laten we dat zo zeggen. U bent inmiddels overstapt naar een denktank. U bent van de Hague Center for Strategic Studies. En u mag geeft ook in het Nederlands hoor. Werkt het ook. Het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, dat is vrij makkelijk te vertalen. Ja. En u geeft advies op het gebied van vrede en veiligheid. Kunt u een voorbeeld geven van een advies dat u geeft? Nou, we hebben net nog een veiligheidsmonitor uitgebracht. Dat doen we samen met Klingendaal. Dat is die andere grote denktank. En daarin kun je zien hoe wij naar de wereld kijken. En we hopen natuurlijk dat Defensie en Buitenlandse Zaken zich daar iets van aantrekken. En dat ze daar hun beleid op aanpassen. In ieder geval steunen we ze daarbij. Kijk, en wie geeft u de opdracht daartoe? Dat zijn die twee ministeries. Die twee ministeries. Ja. Dus eigenlijk hebben ze het denken een beetje uitbesteed. Maar daar zullen we vanavond nog vaker over. Heel goed. Ja. U heeft jarenlang meebeslist over waar we mensen heen sturen. Grondwettelijk gaat de regering eigenlijk daar alleen over. Maar de facto wordt het eigenlijk nooit iemand gestuurd zonder het parlement ervan gezegd dat ze het een goed idee vinden. Wat was voor u de... Dat kan wel, maar dat is heel onverstandig. Maar misschien direct goed om te zeggen, we hebben een heel aparte grondwet. Die grondwet bepaalt dat het parlement inderdaad moet instemmen met de militaire missie. Maar dat is geen toestemming. Dus de regering kan doen en laten wat ze wil. Ze moet ons wel verwittigen, het parlement. Hey, ik spreek maar even ook mede namens Salima, want dat lijkt me, anders sta je zo alleen en dan ben je inderdaad straks de enige die... ik dacht dat jij niet al symbool wilde staan voor de politiek, dus ik help je hier vanavond een beetje. We kunnen dus wel instemmen, maar niet toestemmen. Dus de regering zou bij wijze van spreken naar Uruzgan of Mali kunnen gaan zonder dat daar een Kamermeerderheid voor is. Is alleen heel onverstandig, want dan gebeuren een aantal dingen waar Diewertje volgens mij goed onderzoek naar heeft gedaan. Namelijk, wie neemt dan de verantwoordelijkheid nog voor mensen die sneuvelen? Als daar niet een meerderheid van de volksvertegenwoordiging, daarmee van de Nederlandse bevolking, achter staat. Ja. Nou, heeft u welke uitzending waar u over mee mocht beslissen, dacht u, dit vind ik echt de moeilijkste om te kunnen inschatten of ik dit goed of verantwoord is? Ze zijn allemaal moeilijk. Ik hoop dat dat vanavond ook duidelijk wordt, zeker voor de militairen in de zaal, met name de jonge militairen die het allemaal nog, die dan misschien nu één uitzending hebben gehad, maar er gaan er ongetwijfeld nog meer volgen. De moeilijkste vond ik persoonlijk... als ik heel eerlijk moet, vond ik die in Mali. Daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Maar wij hadden zelf binnen de VVD, moet ik even namens mijn eigen partij spreken, hadden we een aantal lessen getrokken uit voorgaande missies. Een van die lessen was, we willen in ieder geval, om het te kunnen uitleggen, willen we het wat dichter bij huis. We willen ook dat het effect van zo'n missie uitlegbaar is voor de mensen die naar de stembus komen. Want ja, wij moeten natuurlijk inderdaad campagne voeren. En op het moment dat je dan moet uitleggen dat er geld naar Defensie gaat of geld bij Defensie weggaat, dan moet je dat afwegen tegen andere dingen waar geld naartoe gaat. En dit is toch echt iets anders. Want je stuurt mensen weg in harm's way. Dus die kunnen hun leven verliezen. Die kunnen het hoogste offer brengen. Dan moet ook heel helder zijn als je later naar die ouders van een kind dat is overleden gaat, waarom je dat hebt gedaan. Dus dat zijn hele zware besluiten. Waarom is het in Mali zo moeilijk? Omdat in Mali we in de eerste plaats met de VN gingen samenwerken. Daar heeft Nederland hele slechte ervaringen mee. Denk even terug aan Srebrenica. Dat is natuurlijk een ontzettend zware wissel getrokken op de wijze waarop we omgaan met het uitsturen van militairen. Allerlei procedures zijn aangepast. Nou goed, daar zijn ook lessen geleerd. En tweede plaats, omdat Mali relatief ver van huis is en je dus minder makkelijk kunt duidelijk maken wat is het effect voor ons. Ja, op het moment dat je zegt dat veel migratiestromen via Mali gaan, dat 13% van de migranten die nu in Libië in vreselijke kampen zit, dat die via Mali of uit Mali komen. Maar dan moet je er wel iets aan kunnen doen. Nou, dat is een van de dingen waar mijn fractie mee heeft geworsteld toen we moesten instemmen met die missie. Ja. Heeft u ook wel eens, zijn er wel eens militairen op weg gestuurd waarvan u dacht, ik heb wel twijfels of dit verantwoord is, maar... Nee, als ik twijfel heb, dan blijven we debatteren. Dan gaan ze ook niet weg, dan stemmen we niet in. Kijk, je kunt het nooit zeker weten. En dan komen we op de andere discussie. Wanneer is een Kamerlid of een politicus die niet anders kan doen dan controleren met de kennis die hij heeft,
Met de kennis die we kunnen vergaren. Maar uiteindelijk zijn wij niet de generaals. Dat is maar goed ook. Dus we moeten ontzettend oppassen in de Kamer om geen leunstoelgeneraal te worden. En niet op de stoel van de CDS, de commandant der strijdkrachten, die uiteindelijk het ultieme besluit en daarmee het ultieme militair advies aan de politieke leiding, in dit geval de minister van Defensie, moet geven. Helder, dank u wel. Martijn Kitsen, waar zit je hier? We hadden jullie eigenlijk over alle vier willen verspreiden. Dus net niet helemaal gelukt. Martijn, jij bent veteraan. Je hebt onder andere in Uruzgan gediend. Maar na Defensie heb jij een carrière in de wetenschappen gaan doen. Jij bent nu universitair hoofddocent krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Jij hebt een artikel geschreven in de Militaire Spectator. En je schrijft dat het vermogen strategisch te denken in Nederland overontwikkeld is. En je hebt het over strategische vaagheid. Wat bedoel je met het begrip strategische vaagheid? Oh jee. Allereerst, ja, ik zit in de kwalitatieve school van wetenschap. Dat duwtje laat duidelijk zijn, dat is Star Wars kamp. Ja. Strategische vaagheid. Ik hou me bezig met de daadwerkelijke inzet. Wat doen militairen? Hoe werken ze? Hoe voeren ze missies uit? Hoe trainen ze? En traditioneel, wij zijn militairen, weet je, we hebben vanuit de 19e eeuw en eerder nog allerlei concepten over oorlogvoering. En je hebt van Clausewitz, misschien een naam die jullie wel eens gehoord hebben. Die zegt van, ja, oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Heel, heel bekende quote. Maar dat gaat ervan uit, en militairen gaan er ook vanuit, dat ze een duidelijk doel krijgen. Een doel, wat is hun missie? Wat moeten ze ook het grotere doel? Wat is de rol van de krijgsmacht? En in de Nederlandse grondwet staan die doelen ook. Maar dan hoe daar invulling aan te geven. En, maar dat was, het is allemaal heel duidelijk. Mali schiet terroristen dood. Uruzgan bouw scholen en Kunduz train soldaten. Of trainen politiemensen. Ja, nou als je het zo zegt. Het probleem is opgelost geloof ik. Maar nee, om even de Uruzgan. Dat is een casus waar ik zelf ook veel onderzoek naar heb gedaan. De eerste commandant van de taskforce die daar naartoe werd gestuurd. Die heeft in een interview gezegd met een Amerikaanse wetenschapper. They, en dat bedoelde je het hoger niveau in Den Haag. They told me to do, but I would tell them that I would do. Met andere woorden, doe maar, ga maar je gang. Geef er invulling aan, doe wat je denkt dat nodig is. En dat is een vrijheid die een militaire commandant eigenlijk in een moeilijke missie misschien ook wel nodig heeft. Maar zonder dat duidelijk was wat hij nu precies moest doen. Maar die strategie, die is toch aan de militairen. Daar hebben allemaal mensen met die daarvoor gestudeerd hebben, die gaan aan de strategie bedenken. Het doel was, maak Afghanistan veiliger. Ja, was dat het doel? Denk het. Het is nooit heel goed zo gecommuniceerd. Je hebt een soort van doel van, je had een soort van doel dat was Uruzgan een veilige provincie maken. Maar ja, Uruzgan is al veiliger als je één Taliban-strijder doodt. Wat is precies het doel? Wat wil je bereiken? Wat is de tijdspanne die eraan hangt? Maar zou het dan moeten gezegd worden, het doel is, u moet 327 Taliban-strijders doden? Nee. Dat hebben we in de Vietnamoorlog gezien en dat werkt heel averechts. Het is moeilijk meetbaar. Wat is de omgekeerde kant van die vaagheid? De omgekeerde kant van die vaagheid is dat jij een heel duidelijk doel krijgt. Van wij willen dat bijvoorbeeld in Uruzgan een functionerende provincie wordt van een zelfstandige, functionerende Afghaanse staat. En daar ga je dan vervolgens een tijdplaatje aan koppelen. Middelen, niet alleen militair, maar ook diplomatiek, ontwikkelingswerk. En met organisaties als Pax werken we als Defensie ook veel mee samen. En dan heb je een heel plan. En nu is het vaak allemaal korte termijn. Want die van Clausewitz, hij zei dus, die oorlog is voortzetting van politiek met andere middelen. En dat is misschien wel meer waard dan ooit. Maar de stelling die ik zelf zou willen hebben daarover is dat het vooral voortzetting is geworden van binnenlandse politiek met andere middelen. Waar oorlog traditioneel, militair inzet, is een instrument voor het buitenlands beleid. Maar we zien vaak ook dat het moeilijk is om consensus te bereiken. Niet alleen in Nederland, zie je ook in andere landen. En dat daardoor de vaagheid alleen maar toenemen. Goed, over beide onderwerpen gaan we het eerste blok gaan we verder spreken. Mooi zo. Ja, dankjewel. Niels Roelen. U bent ook veteraan, u bent een voormalig landmachtofficier, u heeft in Uruzgan gediend en u bent schrijver. En u heeft les binnen Defensie en u bent dus verschillende keren uitgezonden voor... Ik gaf les. U gaf les. En u bent uitgezonden dus voor de VN, de NAVO. U zegt, de Defensie heeft de can-do-mentaliteit. De politiek zegt, dit is uw missie. En dan zegt Defensie, dat gaan we doen. Eigenlijk ongeacht of ze ook wel zeker zelf ook wel helemaal doorvoelen of dat helemaal kan. Is dat een samenvatting van de can-do-mentaliteit? Ja, dat komt redelijk in de buurt. Maar ik denk dat je dan gelijk aan kunt sluiten bij waar Martijn het zojuist over hebt. Ik kan een ontzettende can-do-mentaliteit hebben. Maar als me niet helemaal duidelijk is wat ik dan moet doen, wat ga ik dan doen?
Ja. Dus dan wordt can do al snel doe iets. Ja. Maar of dat nuttig is, dat is dan een tweede. En is dat een teken dat wij een goed werkend defensieapparaat hebben? Want zij zijn zeer loyaal in de politiek. Ze doen wat hen, whatever ze zeggen, u gaan het doen. Of is het een teken van een zwak defensieapparaat dat niet goed een weerwoord heeft tegen de politiek? Voor mij is het een teken van een zwak defensieapparaat. Ik denk dat veel militairen, voor Clausewitz is al een paar keer voorbij gekomen, dus laat ik hem dan ook maar nog een keer uit de doos halen. Die verwarren dat oorlog de voortzetting is van de politiek met andere middelen, dat ze geen weerwoord mogen hebben tegen de politiek. Wij voeren slechts uit. En dat zit dan misschien ook in die can-do-mentaliteit. En ik denk dat je ook een adviesrol hebt naar die politiek. Sterker nog, dat het je plicht is. En dat is niet alleen vastgelegd in onze manier van werken, maar volgens mij is dat ook in Nuremberg, als ik het goed heb bepaald, dat iedereen de plicht heeft om de opdrachten die hij krijgt, elke militair op elk niveau, om die te overwegen en te zeggen deze opdracht is wel oké of deze is niet oké. En op hoger niveau gaat het dus, deze is wel uitvoerbaar met de middelen die ik heb gekregen, of deze is niet. Om niet gelijk terug te vallen op Oeruzgan, of dat wel of niet uitvoerbaar was. Ik denk dat we in Bosnië een missie hebben gezien, waar uiteindelijk de Nederlandse VN-militairen onder de voet worden gelopen, omdat ze zelf met een superchoker staan. Terwijl Mladic, Milosevic tanks hebben. Aan de andere kant, als de ene dag onze politieke leiders zeggen, we gaan naar het buitenland, we gaan het landsbelang verdedigen, en de volgende dag zitten bij Nieuwsuur en hoge militairen zeggen, nou, ik denk dat we het gaan redden, dan mag ik toch hopen dat hij wordt opgepakt van muiterij. Nou, ik mag hopen dat hij, voordat hij dit gezegd heeft, in debat is gegaan met de politiek. Aan de andere kant, kijk, ik ben militair, dus het is mijn taak om dat zo goed en zo kwaad als het gaat te doen. En als iemand mij uiteindelijk stuurt, wat zou ik zeggen, dan ga ik. Maar op het moment dat ik gestuurd word met de verkeerde middelen, en het gaat er uiteindelijk om dat ik mensen ga verliezen, omdat ik niet de middelen heb om me te verdedigen, dan is mijn baan en gearresteerd worden voor muiterij is niet relevant. Relevant is dat ik dan de politiek zeg, dit besluit is onuitvoerbaar. Dat is ook mijn taak, dat is mijn plicht zelfs. Nou, hier gaan we in het tweede blok over doorpraten. Dank Fijn. Je wel. Slimo, jij bent Tweede Kamerlid voor D66. Jij hebt zowel in de oppositie in de Kamer gezeten als in de coalitie. Is het dan heel anders om defensiewoordvoerder te zijn? Voor mij is dat nooit anders geweest. Ik heb het idee dat ik nog steeds hetzelfde ben. Ja, maar in de coalitie zijn toch allemaal dicht in mijn afspraken en dan mag je toch veel minder vrij zeggen wat je denkt? Ja, dat vind ik wel heel ouderwets gedacht. En ik behoor toevallig tot de tak die nogal dualistisch ingesteld is. We hebben als Kamerlid hebben de taak om met name ook het kabinet te controleren. Tuurlijk zijn er dingen die afgesproken zijn in de coalitie, zo doen we dat. Maar heel veel dingen zijn gewoon niet afgesproken in een coalitieakkoord. En dan hoor je gewoon je werk te doen als Kamerlid en een kabinet te controleren. Ja, nou zijn er collega's van u die staan in de Kamer met legerschoenen in de hand te vertellen dat het ons leger letterlijk is uitgekleed op dit moment. En onverantwoord is om ze op missie te sturen. Hoe kijkt u daar tegen? Ja, dat vond ik wel best wel een bijzonder moment. Kijk, veel mensen weten niet wat ons werk is. Hè. Ons werk is niet alleen op het journaal verschijnen en af en toe op spannende debatten iets doen. Ons werk is gewoon echt wekelijks controleren. Dus voordat besloten wordt tot het doen van militaire missie, zijn defensiewoordvoerders, als het gaat over defensie, bezig met het ministerie te controleren. Hebben we genoeg personeel? Zijn ze genoeg getraind? Hebben we het juiste materieel? Hoe staat het ervoor met het genoeg aantrekken van mensen die überhaupt trainingen kunnen geven? Zijn ze genoeg gereed? Krijgen we allemaal rapportages van? Zijn allemaal dingen die mensen nu niet meer zien? Omdat die ook vertrouwelijk verklaard zijn? Dat is wat we allemaal lezen en daar bevragen we de minister op wekelijks. We doen evaluatie van missies en al die dingen, die zaken, dat is niet zichtbaar werk. Die maakt dat we uiteindelijk komen tot een debat in de plenaire zaal. En wat ik hier vervelend aan vond, wat de heer Baudet deed. Tuurlijk, ze zijn een hele kleine fractie, maar ik ben zelf ooit een eenmansfractie geweest in Rotterdam. En als je ergens een grote mond over hebt en suggereert dat het je raakt als onze militairen op missie gaan zonder juist materieel of zonder goed getraind te zijn, dan moet je daar niet een show over opvoeren in 2 minuten. Dat is voor mij echt 100 uur werk geweest als Kamerlid om gewoon keurig in die commissie, onzichtbaar, te vragen, is het in orde? Hoe staat het met die vesten? Hoe staat het met die jassen? Hoe staat het met die schoenen? En dan maakt iemand natuurlijk goede sier. En dat snap ik. En wat mensen denken, ja precies, dat is wat ik bedoel. Maar weet dan dat mijn collega-Kamerleden daar soms 100 uur mee bezig zijn geweest. En net zo goed raakt. Dus ik vind het altijd lelijk als mensen suggereren dat het ze heel erg raakt. Maar uiteindelijk in hun werkzaamheden dat niet altijd laten zien. In het algemeen, wordt er in het Nederlands parlement, worden er integere besluiten genomen over uitzendingen?
Ja, dat is een hele bijzondere vraag. Ik lach er een beetje om, maar het raakt me wel echt. Kijk, we hebben in de commissie Defensie, maar ook de buitenlandwoordvoerders. Politici zijn mensen. Toen ik woordvoerder Defensie was en ik had er geen achtergrond in, toen heb ik wel echt 10 keer goed nagedacht, wil ik dit wel? Dit is een hele gewetensvolle, hetzelfde geldt voor buitenlandwoordvoerders, gewetensvolle taak. Je stuurt mensen in een oorlog waarvan het kan zijn dat mensen daar niet levend van terugkomen. Ik heb echt nog nooit een Kamerlid, of dat nou van uiterst links of van uiterst rechts is, ontmoet, die zegt, maar het raakt mij niet echt. Het raakt ieder Kamerlid echt altijd. En ook partijen in de oppositie, die stemmen ook in met militaire missies. Hè? Dus voor ons geldt dat ook. En dan laat je je informeren. Je laat je nog een keer informeren. Als je het idee hebt dat de informatie niet klopt, of je maakt je zorgen over, of je krijgt geluiden van militairen. Wij staan ook in contact met militairen die zeggen, ja, wil je alsjeblieft hier nog even op doorvragen? Dat is allemaal het werk wat we doen om een gewetensvol beslissing te nemen. Maar bent u ook wel eens gebeld toen u heel kritisch was, of misschien wel dreigde ergens niet mee in te stemmen, dat u een belletje kreeg van de politieke assistent van de premier of zo, die zei, maar dit is echt heel belangrijk voor onze relatie met Zuid-Korea. Dus stem toch maar in. Gebeurt dat? Nee, dat gebeurt bij mij niet. Maar misschien omdat ze ook wel weten dat het bij mij niet werkt. Maar ik kan me dat ook niet voorstellen. Ik bedoel, Kamerleden, als iemand belt en zegt van ja, maar het is voor mij heel belangrijk. Kamerleden maken echt wel een bewuste afweging. Want als er iemand komt te overlijden, dan ben jij daar mede verantwoordelijk voor. En kijkt u elke dag op de NOS om te kijken of er een bodybag te zien is en dat u dan denkt, oeh, wat zou dat doen met de beeldvorming? Nee, dat denk ik echt nooit. Nee? Nee. Maar wat mensen denken over een missie, of dat een succesvolle missie, of het een verantwoorde missie is, of het de eventuele slachtoffer waard is, is uiteindelijk ook van belang of een missie door kan gaan. Want als er Vietnam-achtige protesten komen, op een gegeven moment moet je er wel mee stoppen. Ja, ik snap wat je aangeeft, maar ik zit veel meer op het niveau dat ik zou willen dat er binnen de Nederlandse samenleving, ik bedoel, de politiek, hè, er zijn er 150 van, maar dat de Nederlandse samenleving veel meer een soort intrinsieke verbondenheid krijgt met wat de krijgsmacht doet en wat de militairen doen. Dus we hebben heel lang misschien een soort cultuur gehad van ja, als je rechts bent, ja, dan ben je voor defensie en dan ben je voor realpolitiek en dan ben je, hè, dan moet je er niet zo om huilen als er dan iets ergs gebeurt. Versus links die er de hele tijd op wijst hoe fout het is, hoe slecht interventies zijn, dat er allemaal doden vallen. Ik denk dat het echt tijd wordt, vooral naar alle lessen die we hebben geleerd van na de Koude Oorlog, vredesdividend, het uitkleden van defensie, dat iedereen in Nederland mag weten hoe belangrijk het is, het werk wat ze doen. Maar ook dat het gewoon een grondwettelijke taak is. Heel veel mensen die ik dit vertel, die kijken me aan, hoe bedoel je grondwettelijke taak? Ik zeg, ja, denk je dat je vanzelf zo veilig bent in Nederland? Denk je dat het vanzelfsprekend is dat de mensen in het buitenland moeten kunnen leunen op de bereidheid van onze Nederlandse militairen om hun de veiligheid en vrijheid te kunnen geven? En ik denk dat dat gesprek, dat we dat actief moeten doen. En dat kan niet alleen met de klassieke partijen, de rechtse partijen, maar ook partijen als D66 en aan de linkerzijde. Onze vrijheid hier en elders hebben we te danken aan de krijgsmacht. Helder verhaal. Dank u wel. Goed, dames en heren. We hebben een paar stellingen uitgekozen waarvan wij denken, daar zou het dilemma wel eens kunnen zitten. En bent u waarschijnlijk ook nog wel onderling verdeeld over. Mocht het niet zo blijken, dan moet u mij gewoon corrigeren. Dan passen we de stelling een beetje aan. We willen eerst met u gaan kijken naar het doel van missies. En de eerste stelling die wij daarbij hebben is, die gaat over, met welk doel worden militairen op pad gestuurd, waar we het met u over hebben. En de eerste stelling daarbij, die gaat over, de doelen kunnen die onderling worden bijgesteld. Mogen wij de eerste stelling op het, ja. De doelen van een missie moeten tussentijds kunnen veranderen. Mag ik van uw handen zien wie zegt, ja, dat zou moeten kunnen. We hebben mensen op missie gestuurd. We hebben verteld op tv, hierom sturen wij mensen uit het buitenland. Mogen we onderweg zeggen, we passen het een beetje aan. Mag ik van uw handen zien? Dat moet kunnen. Wie van u zegt, dat moet niet kunnen. We moeten missies sturen. Oh, dat zijn maar 2 mensen. Dan krijgt u het zwaar, dit debat. Mag ik eens vragen, aan u vragen? Komt even bij staan, alsjeblieft. Ja, dan kunnen we allemaal. Ik denk dat we allemaal wel eens hebben gehoord van de Eerste Wereldoorlog. Het lijkt me handig als ze toen een beetje het doel van de missie hadden aangepast. Beetje aangepast, oké. Okay. Ja. Wat had moeten worden? Nou ja, bijvoorbeeld niet gewoon in een soort gehakt molen met loopgraven tegen elkaar, maar door en door totdat, ik weet niet hoeveel, 1 miljoen mensen dood waren. Dat had best anders gekund. Juist, dan moeten, oké, okay, helder verhaal. Als je wat wil zeggen, moet je gewoon even hand opsteken of gaan staan. Dan kom ik naar u toe. Anders blijf ik gewoon vrijwilligers uitzoeken. U ging voor mij vrij snel een hand omhoog.
graag. Nee, ik denk dat reflectie zeker heel erg belangrijk is. En op het moment dat de situatie verandert, dan moet daar dus ook iets gaan veranderen. Ik denk dat oogkleppen op en maar doorgaan, dat nooit een goede instelling is. Nee, en de doelen van de missie veranderen. Hoe ver moet dat gaan? Moet het parlement daar opnieuw mee instellen? Moet de bevolking daar opnieuw in gekend worden? Ja, ik denk dat dat dus heel erg situatieafhankelijk is. Maar ik denk dat daar best wel ver in gegaan mag worden. Ja, dat denk ik wel. Ver gaan en moet een voortgaand inzicht van mogelijk zijn. Ja, oké. U was het ermee oneens. U zegt nee, doelen moet je niet halverwege gaan bijstellen. Nou ja, maar, mits het... moet het? Nou, heel graag. Dan kunnen we allemaal... mits dat inderdaad weer opnieuw wordt bepaald, past het doel inderdaad nog met de middelen die we hebben meegestuurd met de jongens. Want als je tussentijds gaat aanpassen, dan betekent dat inderdaad ook wat voor het materieel en het mandaat wat je hebt gestuurd. Dus dat moet allemaal opnieuw bepaald worden. Juist, dus dat lijkt me heel gevaarlijk om tussentijds zomaar wat doelen te gaan aanpassen. En dan, nou, we doen het precies met het kluitje wat er nu zit. Ja, dat lijkt me niet te doen. De hele besluitvorming eigenlijk bijna opnieuw moeten doen. Dat denk ik wel, ja. Alles tegen licht gaan. Dat lijkt me wel wat gewetensvoller. Ja. Nou ja, absoluut wel aanpassen. Het beste voorbeeld daarvan is heel dichtbij 32, 33, 34, 35 Bosnië. Waar iedereen... Zeker in 1994-1995 zag dat de middelen totaal niet meer pasten bij de ontwikkelingen in het gebied van de vechtende partijen onder elkaar. En waar we destijds in Bosnië het gevoel hadden dat VN New York alleen maar gewoon rechtuit bleef kijken. En voor geen meter in staat was en bereid was om maar te praten over dat de situatie misschien wel veranderd was. En dat je een heel ander mandaat moest hebben, dat je hele andere middelen moest hebben enzovoort. Voor mij is dat klip en klaar. Absoluut, elk moment, de OODA-loop, telkens malen ben ik nog bezig met het goede ding. Heb ik mijn effecten bereikt? Zo niet, dan moet ik dingen aanpassen. Ja, maar onze mensen zijn erheen gestuurd toen met de boodschap. Nou, ze gaan een beetje een oogje in het zeil houden, dat niet te ver uit de hand lopen. Ze krijgen lichte bewapening mee, want meer is toch niet nodig. Als die missie dan evolueert in een full-on gevechtsmissie, hoe moet je dan terug naar het parlement of naar de bevolking om nieuw een mandaat te vragen? Ja, prima. Als het Nederlandse parlementaire systeem dat verlangt en dat vereist, dan moet je dat doen. En als het nodig is om je mensen terug te halen, dan haal je mensen terug. Het is het meest onzinnige om maar te denken, ik kan ze niet terughalen of het parlement kan er niet meer over besluiten. Dus ik ga maar door met iets waarvan iedereen weet, dit gaat fout. Ja, moet ik niet gewoon doorgeven aan meneer Ten Broeke? U zou ik hand op nee niet halverwege aanpassen? Nee, kijk... Er is een groot verschil met een oorlog. Als je full-scale oorlog zit, dan heb je die keuze helemaal niet. Hier gaat het om een missie. Dus het is een actief besluit van de Nederlandse regering om een deel van onze krijgsmacht ergens op de wereld in te zetten voor, en dat moeten we dan zien, onze belangen. Dus het is echt iets heel anders dan de Eerste Wereldoorlog. Daarom gaat die vergelijking mank. Als je mensen wegstuurt op een missie, dan moet heel helder zijn wat het doel is. Een van de grote lessen van de missies van de afgelopen 15 jaar, ik denk dat Uruzgan daarin de belangrijkste les is geweest, is dat we onduidelijk zijn als politiek over met welk doel we militairen hebben weggestuurd. Als je zegt het is een opbouwmissie en je stuurt een gevechtsbataljon van 500 man mee, en dat schuif je een beetje onder de mat, en die hebben elke dag een tik, dat is dus dat ze elke dag wel een moment hebben waarop ze vijanden gewelddadig moeten tegemoet treden, dan ben je eigenlijk oneerlijk bezig. Heb je en je parlement verkeerd geïnformeerd? Het parlement is daarop ingegaan. Dus daarom, het doel moet je altijd helder hebben. En het doel moet veel lager worden gesteld. Het doel in Afghanistan was niet schooltjes bouwen. Maar we deden wel alsof. Het doel in Afghanistan was de Taliban eronder en Al-Qaeda eruit. Zo simpel is het. Dus die doelen moeten veel lager worden gesteld. En waar u het over heeft, dat zijn operationele doelen. Natuurlijk moet je in je militaire missie, dat doen militairen ook, daar worden ze op getraind, moeten ze operationeel aanpassen om het doel van de missie te kunnen halen. Maar als het doel echt wezenlijk anders wordt, als Defensie dat kan doen zonder dat ze het parlement daarover inlicht, dan krijg je mission creep. Dat is heel slecht voor de militairen. Gaan mensen bij dood. En dat is heel slecht voor het parlement, want dan is er geen democratische controle meer. Dus het ultieme doel moet helder geformuleerd, heel laag, heel klein zijn, heel haalbaar. Zit ook in de artikel 100 voorwaarden. En anders moet je het niet doen. Ja, oké. Okay. Als het doel nou niet haalbaar is, blijven we dan alsmaar doorgaan? Of zeggen we op een gegeven moment, we gaan het doel veranderen of we stoppen ermee? Dat zijn keuzes.
Als een doel onhaalbaar is, dan heb je het of verkeerd gesteld. Dat wil Afghanistan veilig maken. Uruzgan van de 13e naar de 14e eeuw brengen. In plaats van doen alsof het naar de 20e eeuw zou kunnen of de 21e zelfs. Ja, dat is onhaalbaar. Dus dan moet je eerlijk over zijn. Dat is een van de belangrijkste kritiekpunten naar de evaluatie die we hebben gedaan op de Uruzgan-missie. Die op zichzelf, maar ja, dan moet je het wel anders durven te definiëren, ook succesvol is geweest. Maar hij is niet succesvol als je oneerlijk bent over je doelen. En de politiek is in die periode, vanwege de bodyback factor, bang zijn voor slachtoffers, waar Diewertje volgens mij belangrijk onderzoekswerk nu op heeft gedaan, is te bang geweest om eerlijk te wezen over wat daadwerkelijk het doel was. Maar er is toch geen premier die op tv gaat zeggen, we gaan een missie doen, we gaan ergens een land waar het verschrikkelijk is, gaan we een klein beetje minder verschrikkelijk maken, het zal nooit fantastisch worden. Ja, maar die zijn er wel en die zijn er steeds meer en dat is maar goed ook. En ze komen ook steeds vaker terug, ook als politici daar naartoe gaan, en dat ze dan zeggen, kijk eens, het is heel beperkt wat we hier kunnen doen. Maar dat wat we kunnen doen, daar willen we effectief in zijn. Mali komen we misschien straks nog op. Mali was helemaal niet dat wij Mali gingen stabiliseren. Dat was het doel van MINUSMA. MINUSMA is de VN-operatie. Wij hadden daarbinnen een kleine, hele overzichtelijke rol, een inlichtingentaak, die het vervolgens MINUSMA beter zou maken om daar de zaak te stabiliseren. Door dat door elkaar te laten lopen, doordat politici bewust gingen doen alsof we daar kuifje in Afrika zaten te spelen, wordt het doel onhelder, worden militairen gefrustreerd. Wat doen we hier dan in hemelsnaam? Want het wordt niet anders. Terwijl je van de force commander die in Mali daar zit, eigenlijk zegt van, nou, die is heel blij. Heel blij met die Nederlandse inlichtingentroepen. Heel blij met die Nederlandse inlichting. En ook nog eens een keertje heel blij met de Nederlandse enablers die waren meegestuurd, by the way, door het parlement. Okay. Ja, liever klein en haalbaar dan groot en we gaan het toch niet halen. Ik kijk even rond, als u een duit in het zakje wil doen, dan kom ik naar u toe. Meneer, komt even bij staan, alsjeblieft. Ik denk één ding wat je heel... Of u heel goed zei van het doel moet haalbaar en klein zijn. En ook reëel. Het voorbeeld van het ministerie van Defensie voor onderwijsdoeleinden. Dan kunnen we beter ministerie van Onderwijs. En ik denk dat daar een heel groot probleem is. Zijn we wel eerlijk? Van ook over de rapportage achteraf. Zijn we wel eerlijk? In de NRC kun je lezen dat er volgens vredesorganisaties duizenden burgerslachtoffers zijn. En volgens officiële bronnen. Vier of iets dergelijks. Dus er zit een hele grote discrepantie tussen. En hoe kun je die eerlijkheid er uiteindelijk in krijgen? Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de publieke opinie erover. En hoe je echt besluitvorming kunt maken. Ik denk dat dat een van de eerste vragen eigenlijk is die je moet stellen bij het aangaan van de missie en bij het evalueren ervan. En als je nou die doelen echt, zoals Mitte Broeke voorstelt, echt kwantificeerbaar, klein, haalbaar maakt, wordt het dan beter of gaan alleen maar de info-wars beginnen en gaat iedereen proberen het zo te spinnen dat iedereen kan zeggen, zie je wel, het is gelukt? Dan kun je er een keuze over maken. En dan weet je ook van, is dit wat we als democratie willen? Van willen wij een oorlog in Syrië bijvoorbeeld waar veel burgerslachtoffers bij vallen? Zijn we daar verantwoordelijk voor? Kunnen we dat aan onszelf verkopen of willen we het stilzwijgen? Met dan de kans dat het via het parlement of via de nieuws bij ons komt. Ja, oké. Ja, strategische vaagheid hadden we het over. Is dat op te lossen op deze manier door eerst door vooraf helder te stellen wat we gaan doen? Ja, tuurlijk. Als ik meneer Ter Broeke net hoorde praten, dan daar ben ik ook om. Op die manier ben ik er ook voor van je moet je doel niet veranderen. Maar dan moet je het wel inderdaad eenduidig een klein doel maken. Maar wat we vaak zien, hè, dat werd terecht gezegd, operationele doelen, vaak zijn het doelen die, ja, en die zijn zo complex. En ik zou willen argumenteren, omdat je bijvoorbeeld een situatie als Mali of in Afghanistan, je kent de lokale context nog helemaal niet. Militairen ook niet als op missie worden gestuurd. Inlichtingdiensten weten ook niet de details. Dus dan moet je wel gaan bijstellen die missie. Maar dat is te ondervangen door inderdaad, zoals de heer Ter Broeke zei, gewoon een wat kleiner doel op een groter niveau te stellen. Maar moet je wel duidelijk over zijn, en mijn vraag zou eigenlijk zijn, ook aan toch de ene vertegenwoordiger van de politiek, hoe reëel is het dat we dat in Nederland gaan kijken? En dan kijk ik even naar de Kunduz-missie bijvoorbeeld, die we in 2011 hebben gehad in Afghanistan, de politietrainingsmissie. Maar eigenlijk was het voor mij, tenminste, ook als oud-militair, ik ging ervan uit, wij zitten daar gewoon omdat we aan onze bondgenoten willen laten zien dat we zijn weg uit de Uruzgan, maar we willen laten zien dat we blijven betrokken, we blijven een goede bondgenoot. Vorige maand zat ik op een kleinschalige conferentie
over lessons learned van Afghanistan. En er zat iemand uit Noorwegen en die presenteerde daar het laatste rapport van de Noorse regering. De Noorse regering die zelf zegt van ons belangrijkste doel in Afghanistan was een goede bondgenoot zijn. Nou, een mooie bruggetje naar de volgende stelling hadden we ons niet kunnen wensen. Want ja. Die luidt als volgt. De nationale veiligheid en verbetering van humanitaire omstandigheden zijn de enige legitieme reden voor een missie. Dus zeggen, ja, dit moet zeggen, als u zegt geopolitieke belangen of partijbelangen, coalitiebelangen mogen ook een missie zijn, dan bent u het oneens met de stelling. Wat zegt u? Gooi één van die twee eruit en je hebt een leuke stelling. Eén van die twee? Nationale veiligheid of niet. Nou, laten we eerst, we gaan eens kijken. Samen is natuurlijk alles. Ja. Nou, kan ook, nationale veiligheid kan ook. Nou, ik neem de suggestie. We gaan eerst eens kijken, als we de stelling gewoon helemaal zo. Hè, nationale veiligheid, ervaring van humanitaire omstandigheden en dus niet bondgenoot- en coalitiebelangen. Dan bent u het, laten we zien of u het eens bent met deze stelling. Mag ik u zien? Nationale veiligheid en verbetering van humanitaire omstandigheden zijn de enige legitieme. Oh, wacht u weer terug. Als, volgende. Ja, nog twee vooruit. Ja. Als u, de rest van de, er zijn nog meer legitieme redenen. Dus ook, mag ik zien als u zegt, ja, er zijn meer legitieme redenen? Kijk, dat is eigenlijk bijna allemaal, er zit geen, amper interessante stelling. Nou, we gaan eens kijken. Meneer, mag ik u eens vragen, wat zijn allemaal goede redenen om mensen op pad te sturen? Ik denk dat bondgenootschappelijke verplichtingen een hele goede reden zijn om mensen op pad te sturen. Dat is bijvoorbeeld ook waarom we überhaupt ooit naar Afghanistan zijn gegaan. Ja, maar ook als je zegt van nou, van ons hoeft niet zo nodig, maar ja, de NAVO wil het zo graag, dan doen we het. Ja. Ja, dat is, ja, het is gewoon een NAVO-verplichting uiteindelijk. Okay, en NAVO, die Amerikanen hoefden toch ook niet zo nodig naar Europa te komen? Ja. Anders hebben we nu Duits gesproken. Als de Amerikaanse... Oké. Okay. Ja, ja, de Tweede Wereldoorlog, hij is gevallen, de Godwin. Als de Amerikaanse president belt en zegt, luister, wil jij meepraten bij de G20? Dat mag, maar dan moet je wel even meedoen aan die missie. Ligt die reden? Minder. Minder. Maar ik kan me voorstellen dat uiteindelijk dat wel, ja. Maar dan moeten kom je toch weer bij voortzetting van politiek met andere middelen. Ja, maar dan moet dus de minister van Defensie een bodybag gaan afleveren bij de ouders van een gesneuvelde militair en zeggen, dit is voor een plek aan tafel bij de G20. Ik denk dat het dat een heel moeilijk ding is om te verkopen, maar het gebeurt wel. Maar zou het, voor het landsbelang natuurlijk, kan me voorstellen, halen we eruit. Ja. Ja, oké, okay, er zijn in de... Ja? Ik wil één belangrijke nuancering maken. Het kan zijn dat politieke partijen van verschillende politieke kleuren verschillende redenen kunnen hebben om achter een militaire missie te staan. Dat is natuurlijk wat anders dan dat je het niet eens bent over het doel. Maar bepaalde politieke partijen zullen de behoefte hebben om voor zichzelf en hun eigen achterban te legitimeren waarom zij achter die militaire missie staan. Politiek gezien is dat heel logisch. Je kan je niet voorstellen dat GroenLinks alleen maar gaat zeggen, ja, we willen realpolitiek bedrijven en hupsakee de NAVO. Dus politieke partijen kunnen soms een reden hebben om hun eigen reden naar voren te brengen waarom zij het een belangrijke militaire missie vinden. Maar dat is wat anders dan dat je het niet eens kunt zijn over het doel wat je uiteindelijk wil bereiken. Oké, okay, maar er zijn... Hoe ver mag... Kijk, als het... Je zegt, we steunen het doel, dat vinden we belangrijk. Dus we willen bijvoorbeeld ergens stabiliteit brengen of vrede. Maar als je ook hele andere doelen hebt, kan het ook legitiem zijn? Dat je zegt, nou, wij moeten ons bondgenoten tevreden houden. Hè, of het belangrijkste is denk ik dat je open bent over wat je nog meer eruit zou willen halen. Hoe hard dat ook mag klinken. Ik denk dat militairen best wel in staat zouden kunnen zijn om dat te horen. Namelijk, we hebben de Amerikanen nog voor iets anders nodig. We hebben de inlichtingen nodig vanwege hele andere nationale dreigingen. Of we vinden het belangrijk dat we ontwikkelingssamenwerking in bepaalde landen verder kunnen brengen en daardoor dan maar instemmen met die militaire missie, want dan komen we binnen. Dus er zijn heel veel verschillende redenen te bedenken waarom je toch uiteindelijk uitkomt op hetzelfde. Ja. En andersom, een missie afbreken omdat je zegt, nou eigenlijk denk ik dat we redelijk, de doelen, we zijn redelijk op weg. Alleen, ja, er komen te veel gesneuvelde militairen terug.
dat kan ik niet meer verkopen. Is dat een legitieme reden om een missie voortijdig af te breken? Ja, dat kan ik niet zo zwart-wit zeggen. Daar gaat, gaat Diewertje wel... jij kan de antwoord op geven. Wil je dat eerst doen? Ja. Er komt de microfoon achter je. Je kunt verschillende redenen hebben om een missie te steunen, zolang het doel maar niet daardoor te veel wordt veranderd. Het doel kan dan wel hetzelfde zijn. En volgens mij is dat precies waar bijvoorbeeld in Afghanistan mis is gegaan. Jolante Sap met de stekker in de Kamer, die allemaal eisen ging stellen. Ik denk dat juist omdat die coalitie zo breed mogelijk moest gehouden worden in Nederland, dat daardoor juist het strategisch doel heel erg is gaan vervagen. En ik vraag me of op die observatie juist is, hoe jij dat als politicus ziet, maar ook Niels, hoe jij dat bijvoorbeeld ziet, hoe jij dat hebt ervaren. Ja? Ja, dat dacht ik. Ja, dat zag ik al. Dus ik... Ja, maar eerst... Om duidelijk te maken, voor deze stelling is al besloten. Namelijk in de NAVO, daar nemen wij deel aan. En daar staat artikel 5 in. En artikel 5 zegt dat een aanval op een van de NAVO-lidstaten, dat dat een reden is om tot een missie over te gaan. Of om elkaar te steunen. Dus eigenlijk zit dat er al in besloten. En ik denk dat er twee dingen door elkaar lopen. En dan gaan we, denk ik, Nederlands technisch, daarom ben ik tegenwoordig ook schrijver. Het doel en de reden. En dan heb je het doel van de missie. Wat wil je met de missie bereiken? En er is een reden waarom wij willen meewerken aan het bereiken van dat doel. En die reden die kan soms wel eens heel lullig zijn voor militairen. Maar ik denk dat het heel valide is in een land als Nederland, waarin wij leven van de export, dat we bondgenoot zijn in de G20 en aan een stoeltje aan mogen schuiven. Dat het oog waarmee wij naar de wereld kijken, Rotterdam, de haven van Rotterdam. Sorry jongens, we zijn in Amsterdam, ik weet het. Ik kom uit Zeist. Ja. Ja. Nou, dat ligt over 100 jaar aan zee. Maar ik ben geboren in Den Briel, dus ik ben een geus. Ja. Oké, maar dat mag dus af en toe. Maar hoe ver kun je daarin gaan? Ik bedoel, in het verleden hebben koningen, hebben militairen gestuurd om de dochter van een andere koning te roven. Duizenden doden, maar dan had hij een mooie vrouw. De goede oudheid. Hoe ver kan je dat rekken? Kijk, dan komt er iets anders in en dat gaat over trots. En misschien is dat wel een van de dingen wat ook in het boek van Diewertje naar voren komt. Dat op het moment dat je gekrenkt wordt als land in je trots, namelijk je verliest militairen en nu ben je boos. Weet je, als een van jullie bij mij thuis komt en bende in mijn huis trapt, dan kun je 10 keer met meer mensen zijn en sterker zijn, maar dan wil ik terugvechten. En dan verlies je doel en reden verlies je beide uit het oog. En dan ga je alleen maar voor het halen van je gelijk. Dus in hoeverre ben je in staat om als politiek en als militaire leiding realistisch en logisch en misschien wel statistisch naar de dingen te blijven kijken. Maar goed, dat was dat is lastig. In de Vietnamoorlog was 70% van de redenen, lezen we in je boek, was het voorkomen van humiliating defeat. Ja. Legitiem? Nou, ik denk dat het tot een nog veel humiliating defeat heeft geleid. Helder. Dus, Anton Hoeken? Ik wil graag één mythe uit de wereld helpen, als dat kan. In ieder geval vanavond mijn best voor doen. En dat is de mythe dat politici, of ze nou in het kabinet zitten, of dat ze in de coalitie zitten, of in de oppositie, dat die militairen durven uit te sturen om daarmee een zeteltje aan een of andere prestigieuze onderhandelingstafel te krijgen. Of dat nou de G8, of de G9, of de G20 is, of misschien zelfs wel een zeteltje in de Veiligheidsraad. Dat is absoluut onwaar. Er wordt ook wel eens gezegd dat Bert Koenders, die had zo'n voorkeur voor Afrika, en daarom zitten wij in Afrika. Dat is een hele populaire Hollandse mythe. Want er wordt nooit tegengesproken en ach, dat kun je zo makkelijk beweren. Ik heb er heel vaak van dichtbij bij gezeten. Is nooit gebeurd, is niet juist, is ook niet over. Het is namelijk omgekeerd. Omdat wij missies doen, iets wat overigens al in onze grondwet staat, wat heel apart is, er zijn maar 2 andere landen die zoiets soortgelijks in de grondwet hebben. Namelijk het bevorderen van de internationale rechtsorde. Iets wat we al sinds de 16e eeuw weten. Wat we sinds Hugo de Groot weten, omdat we daar namelijk gewoon meer mee verdienen. Maar omdat we overal missies doen in de wereld, en dat in ons voordeel is, eisen we langzamerhand ook terug dat we daarmee een onderhandelingsplaatsje aan die onderhandelingstafels krijgen. Dat is de reden. Niet omdat er een persoonlijke hobby is van een politicus. Iedereen die iets anders denkt, moet dat vooral blijven geloven. Maar ik heb het in ieder geval maar één keer kunnen tegenspreken. Maar ik vind het zo... Als ik soms, ik volg die debat op tv, dan denk ik wel, zijn deze politici nou echt zo begaan met die arme mensen in Afghanistan? Nee, er zijn heel veel politici begaan met arme mensen in Afghanistan. Gaan we ook kijken. En dat is ook alle reden voor om je daar heel erg begaan mee te voelen.
Maar ik hoop dat politici, en daar dring ik in ieder geval telkens op aan, dat ze ook het realiteitsbesef hebben dat ze het leven van die mensen maar zeer beperkt kunnen verbeteren. Maar dat we er in allereerste plaats altijd zitten in ons eigen belang. En ons eigen belang is dat Afghanistan nooit meer een uitvalsbasis wordt voor terreur waar wij last van hebben. En je kunt veel zeggen van Afghanistan, maar dat is in ieder geval niet meer gebeurd. Het zit nu in Pakistan, het zit in Jemen, het zit elders, maar niet meer in Afghanistan. Dat is dan een stap vooruit. Ik kijk ook even... Mag ik nog één ding aan toevoegen? Even één ding over die Kunduz-missie. Iets waar ik mezelf in vergist heb. Want inderdaad, ik heb toen destijds onderhandeld met GroenLinks en met de ChristenUnie. En die moesten erbij, want anders konden we niet de meerderheid krijgen in de Kamer om die missie te steunen. En ik heb bijvoorbeeld met een collega van de ChristenUnie, Joel Voordewind, die wilde behalve twee bijbeladviseurs, nou daar kon de missie niet om misgaan, dus die heeft hij gekregen. Hij wilde die ook graag zeker zijn dat de militairen of de politiemannen die we daar opleiden, dat die niet buiten de provincie Kunduz zouden opereren. We wisten niet hoe we dat moesten doen. Ik heb hem toen wat badinerend toegesproken. Hij zei, nou, je wilt een paar enkelbandjes, dat ze niet naar buiten kunnen. We moeten dat checken. Militairen hebben dat heel pragmatisch opgelost. Dat zijn de militairen van de Marseille geweest. Die hebben een eigen leerlingvolgsysteem. Hebben ze omgekat, andere website van gemaakt. En dan met zo'n Viewmaster, dat is eigenlijk een iris-scanner, zijn ze op een gegeven moment mensen gaan checken of ze die zelf hadden opgeleid of niet. Heel pragmatisch opgelost. En later bleek het eigenlijk best een voordeel te zijn. De Duitsers wilden dat systeem hebben, de Amerikanen wilden dat systeem hebben. Ik vond het belachelijk op dat moment. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Want het doel van de missie was zoveel mogelijk veiligheidstroepen opleiden. Dus of er nou één of twee bij wijze van spreken buiten die provincie liepen, kon mij niet zoveel schelen. Maar de ChristenUnie wel. Uiteindelijk heeft Joel Voordewind gelijk gekregen en ik ongelijk. Dus soms kan het ook nog goed uitpakken. Soms kan het goed uitpakken. Slimmerwaar, we komen weer terug bij jou. Wil je de microfoon even doorgeven? Oh. Ja. Oh jee. Ja. Maar dan moet ik toch... Nee, ja, zeker. Ja, wie zei daar wat over? Dat was ik. Ja. Nee, ik ben het een beetje eens. Het is niet dé reden. Maar ik denk dat je ook niet moet... En dat weet je net zo goed als ik. Het is niet zo dat buitenlandse belangen en de geopolitieke en diplomatieke belangen geen enkele rol spelen. We zien nu ook bijvoorbeeld bij de onderzeeboten. De reden dat de keuze voor de nieuwe onderzeeboot is uitgesteld, is omdat buitenlandse zaken de Fransen niet tegen het hoofd wil stoten. Want we hebben KLM net gehad, dus ja, dan laten we die bootjes nog maar even afwachten. En dat is een van de redenen dat die B-brief nog niet is. Maar ik denk niet dat het een van de doorslaggevende redenen is. En hetzelfde denk ik als het gaat om die G20-stoel. Het is nooit de reden, maar op een gegeven moment zie je wel een constellatie waarbij meerdere variabelen bijeenkomen, waar iemand als Koenders, wat gewoon een raspoliticus is, die ziet dan wel zijn kans. En die grijpt hij dan ook gewoon. Ja, en dat is iets wat je wel... Kijk, Deeuwtje heeft een fenomenaal boek, wat heel erg noodzakelijk was, heb jij gezegd. En ik ga het zo meteen kopen en ik ga het ook aan anderen geven. Maar met die opmerking over Koenders, en daarom sta ik hier voor hem op, hoewel ik zeer veel oneenigheid met hem heb gehad over allerlei missies. Maar ik sta wel voor hem op, omdat hij niet model staat en mag gaan staan voor het idee dat politici om intrinsiek verkeerde motivatie dit soort zaken doen. Kijk, ik heb heel veel kritiek zoals ik net aangaf, op wat bijvoorbeeld mijn collega Voordewind. En ook op Jolande Sap, want die had ook allerlei bewegingen die ik niet kon navorsen. Ik ga dan uiteindelijk naar, is het in het belang van de missie? Worden de belangen van militairen niet geschaad? Ik heb daar een prachtig toetsingskader voor wat we hebben ontwikkeld. En brengt het hun veiligheid niet in gering. Maar een politicus gaat niet om dat stoeltje te doen. Maar als je erin zit, vind ik het niet heel raar dat Nederland, en dat hebben we heel lang niet gedaan, dan op een gegeven moment ook een keer dat stoeltje terugeist. Nee, precies, dat bedoel ik. Het is een combinatie van... Nee, daar ben ik zeker mee prima. Eens. Zeker met je eens. Okay. Ik ga... Ja, toch daar nog even op voor te gaan, zonder dat het over Bert Koenders gaat. Maar Isabelle Duijstein die heeft een oratie gehouden in Leiden en die heeft gekeken. En die ziet echt, volgens mij heeft ze vanaf de jaren 70 naar Nederlands buitenlands beleid gekeken. En die ziet echt het gebruik van het militaire middel om juist dit soort dingen veilig te stellen. Ik vind het als ex-militair, vind ik het ook niet erg. Sterker nog, ik had het met Niels er nog over. We zijn ooit ook eens een keer voor de VN uitgezonden naar Cyprus. Een deel wat ons ook werd verteld, van Nederland wil graag weer een niet-permanente stoel in de Veiligheidsraad. Daarna kwam nog een VN-missie met Nederlandse mariniers in Eritrea, Ethiopië. En toen kreeg Nederland die stoel ook. Dat is best wel uit te leggen. En ik denk niet dat het zozeer gaat om persoonlijke doelen van politici, maar om meer invloed voor Nederland. En ik hoop dat dat juist wel een rol speelt. En dat het ook wordt gecoördineerd door Buitenlandse Zaken, een commissie van Buitenlandse Zaken met een defensiecommissie wanneer het over missies gaat. Ja. Oké. Okay. Wilt u nog reageren? Nou, ja, ik denk gewoon inderdaad samenvattend dat het
dat er andere afwegingen kunnen zijn voor bepaalde politici, los van de militaire missie, maar ook over hun eigen positie en waarom ze wel of niet willen bijdragen aan de militaire missie. Dat klinkt even een beetje tweedimensionaal, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Er kan ook zijn dat politieke partijen vinden dat vrouwen niet onder druk mogen worden in een land en zich realiseren dat die militaire maar inzet... Maar het gevaar is natuurlijk dat we komen dadelijk in een 10-coalitiepartijenland terecht met de verschillende coalities in de Eerste en de Tweede Kamer. Dadelijk krijgen we een missie wat echt een kerstboom wordt, want iedereen wil zijn pradenpaardje erin. Nee, maar wat ik duidelijk probeer te maken is dat de verschillende beweegredenen voor politici om iets in de etalage te zetten waarom ze voor iets zijn, niet per se betekent dat je een militaire missie moet optuigen. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat is, gaat heel erg ook waar we in het begin over spraken. Kijk, wij zijn politici. Dus als politici zeggen, we willen onze bijdrage leveren, we willen veiligheid creëren voor deze groep in deze omgeving, dan kijk je naar de militaire top en dan vraag je van wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dan gaan militairen aan jou vertellen, als dat is wat je wil, heb ik dit en dit nodig. En dat is dus weer even wat anders dan hoe politici hun verhaal vertellen over waarom zij graag een bijdrage willen leveren aan een militaire missie. Ja, maar die gaan natuurlijk allemaal een stempel drukken. Dus joh, voor de wind wil zijn bijbel meegeven, dan de sap wil zonnepanelen meegeven. Voor het weet heb je een hele... Ja, maar het is belangrijk, denk ik, daarom is dit gesprek ook belangrijk, waarom politici soms andere dingen naar voren willen brengen. Ik bedoel, vragen van pacifistische partijen dat ze zeggen, we vinden het knettergoed om realpolitiek te bedrijven, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus politici kunnen andere woorden gebruiken, een andere uitleg gebruiken, waarom ze toch achter die militaire missie staan. En dat wordt extra belangrijk om daar ruimte voor te creëren, omdat er nu zoveel verschillende politieke partijen zijn en dat er waarschijnlijk alleen nog maar meer worden. En dan is, denk ik, voor middenpartijen of bepaalde partijen een extra verantwoordelijkheid om iedereen zich er toch aan verbinden. Wat je namelijk niet wil in Nederland, is dat je op een gegeven moment afhankelijk bent van 4 politieke partijen of ze wel of niet een militaire missie gaan steunen. Ja. Dat is gewoon niet wat we willen. Dus we moeten de ruimte geven, zou ik bijna zeggen, voor politieke partijen om andere afwegingen te maken. Maar niet per se toe te staan om militairen met te veel verschillende opdrachten op pad te sturen. Oké, okay, ja. Dank u wel. Wij gaan door naar de heel kort. Want het wordt zo toch wel heel erg diffuus voor de publieke opinie. En daar hebben jullie ook een verantwoordelijkheid in. Als het publiek 10.000 verschillende redenen hoort voor een militaire missie, dan kunnen ze er geen touw meer aan vastknopen. En dan daalt het mandaat. Ja. Dus niemand is het daarmee eens. Ja. En dus ook jullie aanzien. Dus ik vind dit wel heel erg kortzichtig, als ik even kort door de bocht mag zijn. Dat mag, maar in een democratie hebben we gelukkig het recht om een politieke partij op te richten. En in een democratie hebben mensen het recht om op die politieke partij te stemmen. En ik als D66 ga natuurlijk niet zeggen, ja, het staat die mensen niet vrij om andere afwegingen te hebben. Dat kunt u mij niet kwalijk nemen. Kijk, ik bedoel, er zijn bepaalde politieke partijen die heel helder zijn over waarom ze dingen doen. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor welke keuzes die anderen maken. Wat ik hier probeer te doen is politieke sensitiviteit te creëren. Waarom politieke partijen dat doen? Dat zegt niet dat ik dat ga stimuleren. Dat doen de kiezers. De kiezers zeggen, we willen meer politieke partijen. Ja, maar het gevaar is natuurlijk dadelijk dat als iedereen zijn eigen redenen heeft voor een missie, en dan misschien dat de doelen zijn wel een beetje hetzelfde, maar dat de ene partij zegt, we gaan daar om de vrouwen vooruit te helpen, de andere zeggen, we gaan om het christendom vooruit te helpen, de andere, we gaan om zoveel mogelijk terroristen te poppen, dan krijg je toch een heel verschillend, dan ook als je dan later de succescriteria gaat schrijven in de krant, was deze missie het waard? Ja, als er wel allemaal vrouwen opgeleid zijn, maar er zijn geen bijbels uitgedeeld. Ja, maar nogmaals, er zit een verschil. Doe je een militaire missie en geef je 20 verschillende opdrachten mee. Dat is niet waar ik voor sta. Die moet volstrekt helder zijn. Dat is volgens mij wel duidelijk ook uit een aantal evaluaties geworden. Kijk, als je dat niet wil, dat politici andere redenen bedenken, ja, dan moet je een dictatuur beginnen. Daar heb je er geen last van. Maar ik zal dat niet aanbevelen als democraat. Maar dat is wel de consequentie als je dat wil. Heeft ook voordelen, ja. Ik heb eigenlijk meer een vraag, want in hoeverre bepaal je dan wat dan precies het doel wordt en wiens reden dan wel als doel wordt gesteld en wiens reden als niet als doel wordt gesteld? Als je dus zegt, de een wil met zonnepanelen en de ander met, wat noemde je? Maar bijbels. Maar jij zegt juist, de doelen moeten voor iedereen hetzelfde zijn en die moeten helder zijn en welke reden je ervoor hebt, die mogen verschillen. Dat ja, maar het dan kan zijn zou dat het dan, als zeg maar de ene politieke partij wel zijn reden duidelijk in het doel voorkomt en bij de andere politieke partij niet, dan heb je alsnog niet dat alle politieke partijen een even grote mening hebben in deze doelen. Oké. Okay. Ja, we gaan wel de indruk dat doelen, het doel van een missie,
En de wijze waarop je de volgende uitvoert, zijn wel twee verschillende dingen. Het doel van de missie hoeft Nederland niet zo vaak over na te denken. Wij zitten bijna altijd in coalitieverband. En die coalitie heeft, en dan sluit je bij aan of niet, die heeft het doel bepaald. En daar ben je happy mee, en daar is het parlement happy mee, of niet. En vervolgens al die aparte bijbeltjes en de zonnepanelen en het oormerkje in het oor van die arme Koendersagent. Ja, dat waren Nederlandse vindingjes. Maar dat is natuurlijk van een lagere orde eigenlijk dan het hoogwaardige doel waarvan het parlement moet zeggen, daar willen we onze mensen voor wegsturen. Ja, helder. Oké, wij gaan naar het tweede onderdeel. En dat gaat natuurlijk over wie kan verantwoordelijkheid nemen. Moet de politiek vaker naar de militairen luisteren? Of misschien wel minder? En ook hoever mag de publieke opinie meedoen? En de eerste stelling die wij daarbij hebben, die luidt... hoge militairen moeten zich vaker uitspreken in het publieke debat. Dat er vaker, dat we eigenlijk, politie wordt natuurlijk gebriefd door het leger, maar moet dat ook in het publieke debat, moet de mening van Defensie meten. Mag ik uw handen als u zegt, dat vind ik een goed idee? En mag ik uw handen als u zegt, dat vind ik een slecht idee? Dan is dit een heel korte debatronde eigenlijk. Ja, ik denk die hoge militair, ik vind heel goed dat hij tegen zijn superieur of tegen de politiek zegt, of het verstandig is om een bepaalde missie te doen. Maar ik ben er niet voor dat we in het openbaar een debat gaan krijgen. De generaal vindt dat we niet moeten gaan naar Uruzgan. En dat zegt hij ook op de televisie, maar we gaan toch maar. En waarom is dat een slecht idee? Nou, omdat je dan toch een tweespalt krijgt tussen de generaal wordt nu uiteindelijk wordt gestuurd. De generaal moet opdrachten uitvoeren. Hij mag wel zeggen, ik ben het niet mee eens intern, dat vind ik prima. Maar als hij die opdracht heeft gekregen, dan gaat hij gewoon en dan gaat hij niet in het openbaar morgen erover. Juist, en ook als je op een Mission Impossible wordt gestuurd, dan neem je maar aan het lopen. Nou nee, dan kan hij op een zeker moment kan hij de uiterste consequentie zou kunnen zijn. Die zeggen, ik kan hier niet aan meedoen, ik neem ontslag. Ja, oké, helder. Hier op de achteraan gingen allemaal handen omhoog en zeiden, ja, ik vind wel, het moet kunnen om, militairen moeten kunnen uitspreken in het publieke debat. Ik denk dat... Maar ik moet zelf even vasthouden, ik kan net niet lang genoeg. Ik denk dat uiteindelijk dat een hoge militair zich zeker mag uitspreken in het publieke debat. Ik denk alleen dat uiteindelijk, de meneer net zegt... Dus dat op het moment dat hij gaat, dan gaat hij ook. Maar aan de voorkant mag hij best zeggen, voordat een politicus zegt, we gaan, mag hij best zeggen van, ik denk niet dat dit de juiste beweegredenen zijn. En is er een verschil of hij dat, dus een besloten vergadering waar de politie geïnformeerd worden, en hij zegt, nou jongens, dit moeten we echt niet doen. En vervolgens gaan de deuren open en staat er een televisiecamera. Mag hij het dan nog steeds een keer zeggen? Ligt eraan in welke fase hij zit. Denk ik. Ja, wanneer mag het nog wel, wanneer niet meer? Ik denk dat als uiteindelijk de politiek heeft besloten je gaat, dan ga je dat niet in twijfel trekken. Nee, daarvoor mag je nog wel zeggen, maar daarna is het gewoon, dan doen we het maar. Ja. Oké, en als jij kijkt naar je geweer, je denkt dit is wel echt een heel oud modelletje. Nieuwsuur komt langs met een camera en die vraagt, goh, heeft hij een beetje vertrouwen in die missie? Ja, die is lastig. Ja, mag u zeggen, ik ga er het beste van maken met deze oude proppenschieter. Dat is weer een hele andere stelling. Mag ik het zeggen of moet ik het zeggen? Is dat een heel groot verschil? Ja, dat is een heel groot verschil. Oké, helder. Dank u wel. Dank u. Ik ben van de Nederlandse Officierenvereniging en wij balen ervan dat wij nooit onze eigen generaals op de televisie zien. Niet over de discussie die u aangaf. Dat bepaalt de politiek. Maar ik zie altijd van die mensen van de HCSS of van Klingendaal. Zijn vaak oud. Ja, maar het zijn, dat staat meneer Colijn daar, in het verleden althans. Maar nooit een generaal, nooit een beeld bij het publiek van een militair. Die spreekt wat militairen voelen, wat ze moeten doen. En dat missen wij. Maar in Noorwegen is dat heel gewoon. Ja, maar de generaal is toch niet de militaire vakbond? Die is een loyale uitvoerder van het beleid. Natuurlijk, dat moet hij ook blijven. Maar we hebben wel behoefte aan zijn professionele visie op een situatie. En wat zou dat uitmaken? Hoe zou dat publieke debat een beter beeld krijgen? Welke informatie missen nu die dan wel erin zou komen? Hij kan zijn mening geven over situaties, over ontwikkelingen binnen de krijgsmacht. Zijn vrees uitspreken op dit moment, zoals gebeurd is in de Tweede Kamer, over de ondervulling bijvoorbeeld. Daar hoeft hij helemaal niet geheimzinnig over te doen. Hij kan dat met beelden en schetsen. Percentages hoeft hij dan niet te geven, want dat wordt meteen al vervelend.
Ja. Maar meer... Maar in de algemene zin, goh, de krijgsmacht zou wel wat meer nieuwe spullen kunnen gebruiken. Of de missie die wij gestuurd, die wij opgelegd krijgen. Ja, als u mijn professionele mening vraagt, ik denk dat die kan. Mag dat laatste ook? Als er eenmaal, er eenmaal besluiten zijn genomen, dan moet je dat niet meer achteraf gaan bespreken aan plein publiek. Je hebt vooraf de mogelijkheid, er is een gaande weg en daarvoor hebben we die denktanks. Die zien trends, die zien ontwikkelingen. En dan mis ik dus de militaire inbreng. Ik wil heel graag dadelijk iets zeggen over Michiel de Ruiter, maar hij zit ook al op het puntje van zijn stoel. Ik had heel graag gewild dat zo'n Karreman zich had uitgesproken op een gegeven moment. Dat hetgeen waar hij nu mee bezig is, waar zijn mannen op dat moment voor staan, dat het een onhoudbare situatie is. En laat dan nog maar een keer de politiek opnieuw zeggen van... Die man, wat hij zegt, dat klopt voor geen meter, we blijven. Of, goh, hij heeft een punt, we moeten heroverwegen. Maar dat is toch eigenlijk, maar dan denk ik bijna al de krijgsraad. Dit is nog muiterij dan toch? Ja, dat is de vraag, waar begint je... Ja. Maar had ik ook zijn baret af kunnen zetten en zeggen, oké, heel leuk, verder, maar doe het maar verder, maar zonder mij, ik ga mijn handen niet meer aan branden. Dat is muiterij. Dat... Oké. Okay. Dat is misschien wel aardig om daar zo op in te gaan. Maar volgens mij hebben we historisch een prachtig voorbeeld. En daar zijn we ook trots op. En dat heet Michiel de Ruiter. En volgens mij heeft Michiel de Ruiter ooit een opdracht gekregen. Dan was de politiek ook gelijk van een probleem af. En die was onuitvoerbaar. En hij is daar openlijk de strijd over aangegaan. En uiteindelijk heeft hij gezegd, er is een uitkomst. En die uitkomst accepteer ik. En die heeft zijn opdracht. En daarom wil ik eigenlijk u aanspreken. Een militair is bijzonder, omdat hij de strijd aan kan gaan... inhoudelijk op argumenten met zijn meerdere. En als zijn meerdere een besluit neemt, of dat een politicus is of een generaal... en hij wordt uiteindelijk gestuurd, zal hij dat besluit loyaal uitvoeren. Doet hij dat niet voor de politiek, doet hij dat voor de mensen met wie hij op pad is... die hem dierbaar zijn, want die wil hij niet kwijt. En dan vecht hij voor wat hij waard is en dan laat hij zien wat hij waard is. En dat is het verschil tussen een militair en veel andere mensen. Dus ik denk dat dat aan de ene kant een heel mooi voorbeeld is. Aan de andere kant hebben we dit in Nederland geregeld... Er zijn veel generaals die weten dat helaas niet. Maar met name op het generaalsniveau is er geregeld dat als je het niet eens bent met de politiek... dan staat het jou vrij om openlijk die mening te ventileren. Leidt dat tot je ontslag? Dat kan zijn dat de politiek zegt, u bent dan niet geschikt voor deze baan meer. In onze ogen, u kunt dit niet meer doen. Dan gaat hij met ontslag met volledig behoud van salaris, als ik het goed zeg. Als ik het goed heb. Daar is een artikel voor. En dat artikel is er, denk ik, dat weet ik niet helemaal zeker... Juist omdat de politiek wil dat de generaals zich niet terughoudend opstellen in het belang van hun eigen carrière, in hun eigen belang, om dingen niet te zeggen. Als ik dit zeg, dan word ik weggestuurd. Maar ik zie weinig generaals op de zeepkist staan. Is dat een teken dat dit artikel niet werkt of dat de krijgsmacht goed werkt? Ik heb daar een persoonlijke mening over. Die mag u hier ventileren hoor. Ja. Met behoud van salaris. Ja, ik ben slechts majoor, dus bij mij is het niet met behoud van salaris. Ik ben ook principieel en ik heb altijd gezegd, principes stellen alleen maar als ze voor jou van toepassing zijn. Dat heb ik ook keurig gedaan. Ik heb ooit tegen een van mijn generaals gezegd, het is fantastisch dat wij een organisatie hebben die gaat over moed, beleid en trouw, die geleid wordt door een stelletje lafaards. Nou moet ik zeggen dat ik daar zelf op dat moment ook enigszins emotioneel in stond. Enigszins. Iets met Star Wars, Star Trek, weet ik veel. Maar dat vind ik wel belangrijk, dat je die moed hebt om dat te zeggen. En omdat soms misschien niet duidelijk is welke doelen er zijn, is het misschien ook heel lastig om te kijken of je aan die doelen ook echt wat kunt doen, wat je toevoegt. Ik wil ook een duizend zakje. Ik vind het bijzonder dat Michiel de Ruiter en Karremans tegelijk worden. Omdat de een een verschrikkelijk dilemma had, daar niet over durft te spreken. De ander heeft ons overzeese provincies hagelslag, maar ook een enorm slavernijverleden opgebracht. En ik denk dat als we alleen maar naar het doel kijken, dan krijg je dat verblindt. Wat er aan de zijkant gebeurt, dat doet er zeker toe, maar dat gaan we niet naar buiten verkondigen. Als Karremans wel... zich had kunnen uitspreken, wel die discussie had kunnen opzoeken, dan had je dat juist kunnen doen. En wat je zegt is dat er een clausule is die dat mogelijk maakt, maar tegelijkertijd is er een cultuur bij Defensie en bij het politiek orgaan dat er over gaat, is van we gaan er blind voor. Van Congo, die missie die gaat
hoeveel jaar nu door? 10, 15 jaar of zo? Want het doel staat er, we moeten door, verliezen is geen optie. En dat is over de jaren heen constant. Of het nu in Srebrenica was, we moeten ermee doorgaan. En ik denk dat dat heel erg gevaarlijk is. We moeten altijd kritisch zijn. Wat zou de manier zijn om dit te doorbreken? Om desertie niet strafbaar te maken. Van het is toch. We leven in een democratie waar iedereen geboren wordt met goede scholing, met kritisch nadenken, maar militairen die moeten het opgeven. In ieder geval naar buiten toe. En ik denk dat juist dat iedere militair voor zichzelf mag nadenken van sta ik hier achter. Dat maakt juist dat je een heel capabel strijdmacht hebt of strijdkracht hebt die dan voor zichzelf kan bedenken van is dit het waard? En zo niet, dan ga ik mijn naam er niet aan verbinden. Maar het zou toch ook een beetje raar zijn als wij als maatschappij bedenken, we willen dat gaan doen en allemaal soldaten zeggen, nou, die zie ik niet zitten en die gaan weg. Ja, nou, hartstikke goed. Oké, nou, helder. Ja. Dank u. Liebertje. Ja, ik wil even reageren, want het is echt een misvatting dat het voorwaarts marsen niet verder denken is bij militairen. En dat is een beeld wat je heel veel in de publieke opinie tegenkomt. Ik denk dat we sowieso al twee hele recente voorbeelden hebben. Bijvoorbeeld Jelte Groen van de Korps Commandantroepen, die over de verlenging van de missie in Mali zich openlijk uitsprak en zei van ja, met deze middelen kan ik gewoon een verlenging, kan ik hem niet goed uitvoeren. We hebben brigadegeneraal Jeff McMurtrie ook gehad van de Korps Mariniers, zich openlijk in de Tweede Kamer heeft uitgesproken tegen de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Dus er zijn echt wel commandanten en generaals die op hun strepen durven te staan en ook echt wel tegen de politiek in durven te gaan. Dat is een cultuur wat zich meer opent. En ik denk ook dat bijvoorbeeld, ja, Martijn Kietz is ook wel een voorbeeld dat militairen wel degelijk ook kunnen nadenken, dat ook gewoon uitspreken. Ja. Die heeft desnoods een heel onderzoek aangeweid. Dus ik denk dat iets is wat Niels ook al aanstipt. Je ziet dat het binnen de krijgsmacht, en dat merk ik zelf ook veel als ik als journalist met militairen spreek, dat zeker voordat er een politiek besluit komt, er is echt wel veel discussie. En ze denken ook zelfs nadat het besluit wordt genomen, natuurlijk denken ze erover na en hebben ze het met elkaar erover. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment een besluit is genomen, moet je wel van heel ver komen en moet je echt wel heel veel mensen tegen de schenen gaan schoppen om dan nog eens er tegen in te gaan. En daarom denk ik dat juist die laatste twee voorbeelden juist laten zien dat we ook echt wel moedige generaals hebben die tegen hun persoonlijke carrière in durven te praten. Nou gaan we hiermee gelijk door, want we hebben nog een paar minuten op de klok naar nog een laatste stelling die we dan heel snel even behandelen voordat we gaan afronden. Het wordt vaak, aangegeven, het budget dat we hebben, er wordt steeds verder bezuinigd op defensie. Dat is de laatste jaren de bezuiniging gestopt, maar er is jaren heel veel bezuinigd. Terwijl we steeds meer vragen van defensie en heel vaak wordt gezegd, de rek is eruit. We hebben gedacht, nou wat zouden we kunnen doen? Een op zou kunnen zijn, nu krijgt defensie vooraf een budget en daarna opdracht. Dat zouden we kunnen omdraaien. Defensie krijgt een opdracht en stuurt gewoon een aflopen rekening. Dit zijn de kosten, zoveel moet u betalen. De stelling is, het defensiebudget moet overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten. Dus gewoon, u krijgt gewoon een factuur van defensie. Wie van u vindt dit een betere idee dan dat we hoe het nu hebben? Dus gewoon defensie stuurt een rekening hoeveel de missie echt gekost heeft. Dan hebben we die discussie niet meer. Het gaat puur om missies. Het gaat niet om de nationale instandhouding van defensie. Het gaat puur om een missie. Ja, gaat om missie. Ja. Dus ja. Een moeilijke stelling hebben we bedacht, zie ik. Ik zie u een beetje moeilijk en u zegt, dit is toch zo? Ja, dat dacht ik ook. Dat is toch een potje voor. Veel missies komen toch uit een pot van buitenlandse zaken? Oké, dus dat is eigenlijk al. Juist hier is het eigenlijk al wel een beetje goed geregeld, dus eigenlijk. Maar toch, Diebertje, wat mij opviel met mijn promotieonderzoek, want ik heb natuurlijk gekeken naar wat is het effect van militaire slachtoffers op hoe je gedraagt. En wat mij wel is opgevallen, is dat je ziet dat de intensiteit van de missies is toegenomen. Daarmee ook het aantal slachtoffers. En dus daarmee ook de aantal keren dat we zijn gaan escaleren. En wat je dan dus eigenlijk ziet, is dat in een periode waar we steeds meer zijn gaan bezuinigen op de krijgsmacht, we steeds meer in missies zijn gaan deelnemen, waarbij we steeds verder zijn gaan escaleren met meer troepen. Dus kun je een voorbeeld geven van waar er iets gebeurde waar we toen iemand meer gestuurd hebben? Kun je een voorbeeld geven waar het echt flink meer... Nou ja, we zitten in Afghanistan eigenlijk al sinds het begin natuurlijk. Hè. We zijn samen met Amerika volgens mij een van de weinige landen die pas echt sinds... officieel zitten we sinds begin 2002, maar misschien iets eerder al onofficieel. Dus we zitten er eigenlijk al vanaf het begin. In Irak zitten we ook al relatief gezien, zeker ten aanzien van onze bondgenoten, is Nederland een van de langstdienende landen. Maar dat zie je in alle Europese landen. Dus ik heb gekeken naar niet alleen Amerika, Canada, maar ook nog 9 andere Europese landen. En daar zie je dus ook gewoon dat juist in de periode dat er steeds meer aanspraak wordt opgemaakt op defensie, zie je precies in diezelfde periode de defensiebudgetten dalen. Dus daar gaat wel iets scheef
in vraag en aanbod. Dus dat is een constatering. En hoe kan dat? Heeft dat gewoon te maken met dat er toevallig missies waren in een tijd van economische neergang? Of? Nou, het heet het zogeheten vredesdividend, noemen we dat. En met de val van de muur hadden we natuurlijk geen... De Russische beer was getemd. En we hadden eigenlijk in de jaren 90 hadden het idee dat we met humanitaire missies hier en daar... met een kleine mislukking tussen aanhalingstekens in Somalië en Rwanda... konden we ons wel uit de voeten. Dat is radicaal toch wel veranderd, ook sinds 9-11 veiligheidsbeleid. Daarmee hebben we steeds meer zijn we gaan inzetten. Maar de krijgsmacht is niet mee veranderd met de veranderde situatie. Er is van sommige mensen een collega, Roy de Ruiter, een marineofficier... een hele interessant proefschrift hierover geschreven. En die heeft ook precies aangetoond dat juist op het moment dat de wereld veranderde... veranderde de krijgsmacht niet mee en werd er alleen maar steeds meer bezuinigd. En dat zie je eigenlijk niet alleen in Nederland, maar in heel Europa zie je dat terug. En ook eigenlijk ook wel Amerika en Canada. Ja, zouden er dus meer politici de barricade op moeten zeggen... dames en heren, de wereld wordt heel gevaarlijk. We moeten meer gaan investeren in onze defensie? Nou ja, ik vermoed zelf dat het een tweeweg is. Kijk, op papier is het heel erg simpel. Hè? De politiek heeft een opdracht, die gaat daarmee naar de CDS, commandant de strijdkrachten. Die gaat vervolgens een militair advies geven van dit is mogelijk met de middelen die ik heb, ja of nee. En in die vertaling van CDS naar politieke top en weer terug... Daar is denk ik de afgelopen jaar, dat moet transparanter. Want daar is wel iets misgegaan als je ziet met het overvragen van de krijgsmacht. Misschien is die can-do-mentaliteit dus iets te vaak ja verkocht. Tegelijkertijd heb de politiek misschien ook iets te veel de krijgsmacht overvraagd. Dus ik denk dat het een tweeweg wisseling is geweest. Okay. Als jij nog één wijze les mee mag geven aan ons als samenleving hoe we om moeten gaan met missies. Welke belangrijkste les zou je mee willen geven? Wees eerlijk, het publiek is best lief. Ja. Wees eerlijk, het publiek is best lief. Kunt u wat met deze suggestie? Ja, volgens mij kan ik daar prima mee uit de voeten. Ik denk dat dit ook gewoon heel erg bijdraagt, waarvan ik ook hoop dat er meer gepubliceerd wordt, meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, ook meer op de televisie is te zien, ook meer gesprekken zijn. Want dat is de enige manier om het te verbeteren. En ik denk dat in de krijgsmacht bij veel militairen natuurlijk het gevoel zit van ik kan niet praten over wat ik doe. Terwijl tegelijkertijd de samenleving er wel naar snakt om te horen van die ander waarom hij dat doet. En dat leidt dan ook uiteindelijk, mijn diepe wens is dat discussies over defensiebudget niet alleen gedreven worden door doemscenario's en onveilige situaties. Of we hebben een nieuwe vijand gevonden, omdat dat uiteindelijk maar tijdelijk is, hè? Dus elke keer als er dan de volgende vijand is verslagen, dan zegt iedereen, nou dan kunnen we het wel weer opdoeken. Nee, dat is nou juist niet wat je moet doen. Dus een soort intrinsieke loyaliteit van de hele Nederlandse samenleving, van links tot rechts, aan de krijgsmacht is de beste garantie dat we niet meer een vredesdividend constructie krijgen. Dat lijkt me hartstikke mooi. Ik heb nog talloze vragen, maar die zitten, onze tijd zit erop. Het is tijd voor onze debriefing, die gaat plaatsvinden aan de bar. Dit programma werd gemaakt door Tara Toksos, ze zit daar van de balie en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Volt. Ik wil u hartelijk bedanken voor deze zeer leerzame avond en ik nodig u nog van harte uit om na te praten aan de bar. Het boek bij de uitgever. Ja, waar wordt het boek? De hele tas met boeken is beschikbaar, wordt daar verkocht. Dank u wel. Thank you.